Oké. We gaan. Oh, er worden al options gedaan. Ik doe wel alvast de frame, hè. Frame maar. Oké, doe de text speed ook alvast. Oh, dat heb je ook al gedaan. Dat heb ik al gedaan. Oké. Laten we zo de bingo kaart eens gaan bekijken. We hebben verschillende dingen. We hebben Call of Black Belt. Laten we die alvast allebei aanvinken, want dat kan niet. Dat hebben we ook al, die hebben we al een keertje eerder gehad. Oké. 20 TMs, TM05 of Roar, Slowpoke Tail, Gligar, Delibird of Farfetch'd, Radiocard, Dunsparce, Smurgle of Apom. De Radiocard gaan we waarschijnlijk ook niet halen. Dat is pas helemaal na de... De radiocard kan je wel al snel halen. Hè? Alleen kan je dan nog niet verder. Maar je kan de radiocard zelf wel al halen, okay, volgens mij. Ja, ja, misschien niet meteen als je bij de derde gym bent. Maar nee, wel maar al sneller. Pas, zeg maar na de zevende gym voor de achtste. Volgens mij is dat er gebeuren met die radiocard. We gaan er in ieder geval even naar kijken. En als, het, als we er straks achter komen. Dat echt, want je moet die quiz doen. Volgens mij krijg je dan die radiocard. Volgens mij kan het wel. Dunsparce, Smurgle of Apom. Dunsparce mag ook. Ja, dat mag. 3 level 30 Pokémon. Een Pokémon met een Ghost type move. Over de 3 level 30. Je moet gewoon 3 Pokémon's hebben van precies level 30. Dat is leuk. Maar dat is echt kut. Maar daarom is het ook een challenge. En dat weerhoudt ons ervan om één Pokémon gewoon de hele game gewoon uit te spelen. Oké. Okay. Ja, als jij dat wil. Die shiny is ook level 30, mm-hmm. Dus in principe kan het. Oké, als jij dat wil, dan doen we dat. Gewoon precies level 30. Is hij 29 telt hij niet, is hij 30 met 5 XP, dan telt het. Ja. Maar is hij 31 is het echt. Oké. Een Pokémon met een ghost type move, defeat all 8 trainers on route 32. Venonat of Paris, TM50 of Nightmare. Bayleaf, Quilava of Croconaw, Meryl of Dediursa, Black Glasses, HM2 of Fly, 90 Pokémon gezien, dat is in een randomizer best makkelijk, Cubone of Fampi, Grumble of Ferret, Charcoal, 7 verschillende typen van berries, dus dat die is nog best moeilijk, Starmie of Cloyster, Defeat Lapras, Mewtwo of Mew, en TM10 Hidden Power. We doen weer twee rijen. Twee verschillende rijen. Dus niet twee horizontaal of twee verticale. Twee diagonaal nog wel, toch? Zo een kruis, zeg maar. Ja, dat is goed. Ja. Dat is goed. Ja, dat kan ook alleen maar in het midden. Ja, daarom. Ja. En als je een shiny, behalve de shiny Gyarados, zeg maar, krijgt, dan mag je twee vakjes zelf afkruisen. Zo heeft Milan al regelmatig gewonnen. Dat klopt, ja. Oké, laten we beginnen. Let's go! Let's go! Het is 10 uur, 0 minuten. Dat klopt, ja. Ga je wel een naam doen of doe je gewoon A? Nou, weet je... Waar is dat Mankey? Ik weet niet of het echt uitmaakt. Het maakt niet echt uit. We doen Carissu! Ik doe wel een naam. Ik heet Jay. Gewoon alleen Jay. Milan staat voor. Yeah. Oh, je vuile bek. Gewoon smerig modderbloedje. Wow. Ja, gaat ze mij een beetje lastig vallen. Ik wil gewoon lekker door. En ze houdt me tegen. Oké, ik ben hier al. Let's fucking go. Nou, welke Pokémon? Daar ben ik wel benieuwd naar, ja. Waarschijnlijk ga jij echt een fucking zieke krijgen. Tuurlijk, Mew of Mewtwo meteen al. Oeh, Butterfree, maar dat... waarom is geen Venonat? Zubat, wat? En... Arcanine, oké, let's go. Clefable. Let's fucking go. Gengler. Oh, het is een meisje. Ik heb verloren. Miltank. Oeh, Miltank is goed. Oké, we gaan wel voor Kingler. Oh, en Kingler was ook jouw begin Pokémon op je beginscherm. Eliminatie confirmed. Dus. Oké, wij gaan hard in ieder geval. En we gaan lekker. Laten we ook losgaan. Dit doen we allemaal. It's your boy Chris. It's your boy Chris. Oeh, ik heb ook al meteen een goede aanval.
Dat zal niet dood. Wat een smerig bitch dit. Dat klopt, ja. Wiggly Tough. Even kijken. Oh, dat bedoel ik niet. Even kijken. Hier, jonge Vice Grip. Hey, Kakuna. Maar die hebben we ook niet nodig, hè? Nee. Wat een onzin. Wat blissy. XP firm! Met 7 verschillende berries is een berry ook een... een berry, toch? Ja, 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 zeker. Oké. Okay. Oeh, ik heb hier gewoon een XP firm. Ja, ik... Wat heb je? Een XP farm. Het zit allemaal blissies hier. Oh, echt? Ja. Nice. Oh, hier moet het nog niet zijn. Pokémon Center. Oh, ik zie jou wel gewoon stiekem die ding packen. Ja, dan kun je dadelijk altijd een beetje zien waar je bent, als je nog geen fly hebt. Oeh, nog een berry. Fiat wind. Nog een berry. Ja, ik heb... Oké. Een big mushroom. Dat klopt, ja. Dat is hetzelfde als een leopard defeated, dus ik... Ik vind het wel echt grappig dat professor ook hier dan zit, zeg maar. En dat je dan meteen, holy shit, en dat hij daarna gewoon bijna de hele game niet terugkomt. Dat klopt, ja. Zo, dat ik klopt, heb de Pokédex. Ja. Pokédex, I'm depending on you. Oké. Dan worden we meteen weer gebeld door die vuile bitch. Berserk Gene, wat is dat? Oeh, Bezinkenberry. Sorry, Michelle of mijn licking toe voortaan. Weet je wanneer ik echt ga lachen? Hoe heet nou die nieuwe acteur die Grindelwald speelt? Matt Nicholson. Ja, heeft hij een vrouw? Dat weet ik niet. Oké, stel, hij is getrouwd en hij krijgt een vechtscheiding en hun gaan allemaal over elkaar roddelen dat hij dan ook wordt ontslagen. En dat er dan weer vervangen gaat worden. Ik hoop dan gewoon Harry, gewoon de acteur Harry. Hoe heet hij? Daniel Radcliffe. Dat hij dan gewoon Grindelwald hoort. Want het is een acteur. Dus het is geen Harry. Het is Grindelwald. Oké, hoe heet jij in de game? Want dan noem ik die vraagteken aan jou. Chris. Ja, noem maar één. Dat is beter. Dat is beter bij jou. Dat klopt. Yo, daar hebben we Gaming SB. Sander! Yo, Munty! Oeh, een shiny Kakuna. Maar ik heb nog geen balls. Dat zou echt kut zijn. Dat zou echt kut zijn. Fucking vet. Munty doet een Rickroll. Nee, voor 500 dingetjes. Ik kan zeggen, what the fuck? Hoezo zetten die mensen, want we hoorden hier al de hele tijd muziek, zeg maar. Hoezo zetten die mensen dit liedje al? Wel een goede smaak, man. Nee, dat normaal kan je starten met een gameplay, Sander. Okay. Tuurlijk is het een randomizer. Vuile bitch, man. Die mij weer lastig van. Dat klopt, ja. Oeh, een blauwe Voltorb. Hoe vet zou het zijn als je een shiny lock game doet, maar dan zijn de shinies niet shiny. Als je dan een shiny tekent. Dus dan is de niet shiny shiny. Dus zeldzaam. Dat zou echt kut zijn. We moeten met een Voltorb. Nee, hè. Waarom... Dit was ook zo'n gebied, zo hier. Oeh, hier ligt een pokeball, dat wist ik niet eens. Dat was wel zo'n gebied in de game dat je eigenlijk dacht dat je hier iets meer kon doen, maar dat je eigenlijk niet wist wat. Fire! Is it fire? Ja, zij heeft allemaal nieuwe liedjes, of niet? Dan kwam elke keer dat janken in één keer op de radio. Oh, Adele. Oh ja, die heeft wel nieuwe liedjes, ja. Holy shit, kan zij nooit een keer over iets leuks zingen of zo? Daar is wel altijd liefdesverdriet. Of gedumpt. Of liefdesverdriet. Ik snap het wel. Ja, ik snap het ook. Alleen, ik had... Oeh! De Munty. Is er geen, hè? Ja,
hij is wel echt vet, Rion, in deze game. Holy shit. Ah, jammer dat hij er niet bij staat. Je had een crack hoe in mijn team moet wegen. Ja, maar Munty, hoezo ga je er nou weer vandoor? Munty, ja, je bent er net. Munty, laat ons... Yo, het is mijn boy Nando. Spinner rack? Dat was er wel een, hè? Ja, een rack die heel erg spinnig is. Ik heb op je met spinner rack. En heb je die nieuwe Pokémon film al gezien? Staat op Netflix? Nee. Met de monkey? Ik heb een beetje zo'n Tarzan vibe erbij. Jij niet? We hebben een hele bijzondere kaart. Ik weet ook niet hoe ik kijken. Legendarische aap in een oerwoud. Ja. Oeh! Jammer dat het niet de voorevaluatie was. Maar dit is kut, want dan kan ik alleen maar takedownen. Oh, easy. Ik vind het wel jammer. Heb je geen romhack waarbij je dus deze game hebt, maar dan ook met al abilities? Vast wel. Dat lijkt me ook goed. Ja, mis ik alleen maar. Ongelooflijk. Weet je hoeveel tijd ik hier kwijt ben? Ik heb wel echt geluk gehad met mijn starter. Maar op zich is Kingdra ook wel goed hoor. Ik bedoel... Het is Kingdra. Nee. Wie heb jij? Kingler. Crap, Kringler, ja. Kingler, wat is eigenlijk Kingdra, ja. Dat weet ik niet. Jij zegt ook niet echt zo. Ik luister niet vaak naar wat je zegt. Nee. Oh. Doe dan een keer Fire Red Leaf Green. Nee, die hebben we al een keer gedaan. Dat hebben we dus een keer gedaan. Dat gaan we nooit meer doen. En dan zijn we zo lang bezig. Ja. Dan zijn we net bij de derde gym. Vierde. Ja. En dan hebben we hier, zijn we al zeg maar door de game. Want je loopt zo snel, zeg maar. Heel veel routes. Heel veel routes. Je kunt al heel snel tot en met de zevende gym, zeg maar. Mm-hmm. Dus nog niet de zevende gym, maar tot kun je al heel veel doen. Dus dan zijn er maar een paar routes, behalve Kanto, waar je dan niet bij kunt komen. En dat is dan ook alweer een beetje leuk. En ook qua RNG, zeg maar. Dat het niet alleen skills is, maar ook nog een beetje RNG. Ja, precies. Yo, megalodonnetje. En met die Kanto, die game die gaat zoveel langzamer. Gewoon hier ga je zo snel lekker doorheen. En je kunt ook gewoon veel skippen omdat die levels allemaal zo laag zijn. Dus ja, gewoon, precies. Dit is gewoon de game. Ja, precies Sander, wat jij zegt. De reden dat deze games normaal minder zijn, inderdaad. Maar dat is wel voordeel voor de Bing game. Ja, en voor mij is het een van mijn lievelingsgames, zeker. Ik vind het jammer. Maar je kunt het Pokémon voor jezelf ook heel moeilijk maken, hè? Met Nuzlocke en... Ja, maar dan nog, dan is het nog steeds kut, want die levels blijven... True, maar ik vond alle nieuwe Pokémon level cap is echt slecht. Super easy, behalve de Totem Challenges van Sun and Moon. Die waren de van Ultra Sun and Moon. Ja. Want die Totem Pokémon's die waren echt fucking ziek. En de rest was echt easy. Ja, weet je hoe Gade is? Venonat en dan kom je Venomoth tegen. Wow. Maar Sander, heb jij al de geluidjes gezien die je kan gebruiken in de chat? Bitterberry. Doe dan een Sword and Shield bingo. Ja, maar die kan je niet versnellen. Nee. Die kan je niet op 200% spelen. En je kunt zoveel Pokémon in die wild area vangen. Ja. Nice, Sander. Sander, er staat één veel belangrijkere tussen, maar die gebruik je niet. Welke staat er dan nog meer? Ja, die gaat hij zo vastvinden en dan gaat hij hem gebruiken. Oh. Maar dat is wel meer een Corsola is echt inside de ultieme joke. Counter, ja, voor mij. Of wat Adele zou zeggen? Hij staat fire to the rain. Terwijl, ik wil dan eigenlijk gewoon zeggen, de tijd is dan niet doe het maar. En dan wil ik gewoon zien hoe zij dat gaat doen. Of hoe zij dan ook bijvoorbeeld Rolling Down in the Deep, hè? Ja, zo. Nou, laat maar zien, hoe dan? Dragonite is hier ook echt vet. Nee, die bedoelde ik ook niet, weet je wel vet. Nee, Sander zegt dat de tijd nog niet rijp is. Voor wat? Oh, ja. Geheime tunnel! Nee, volgens mij staat... Oeh, dat is wel een goeie. Die moet ik nog gewoon toevoegen. Wow, volgens wat mij is... Nee, het is tussen Sander en mij en... het is tussen Sander en mij is het een inside joke. Maar
Sander die heeft een soort van stopwoordje, zeg maar. En ik heb dat ergens uitgeklipt en als geluidje gebruikt, zeg maar. Wat? Wat deed die Mirror? De Mirror Code en ja. Boom, ik ben gewoon dood. Ah, daar weet Sander alles van Mirror Code. Hoezo? Wat gebeurt er dan met Mirror Code? Ja, dan is het volgens mij doet hij jouw aanval, maar dan twee keer zo sterk terug. What the fucking OP? Is dat altijd zo? Volgens mij wel, ja, want Sander en ik speelden Ultra Sun and Moon randomizer. En toen... What? Avatar Lock, en toen ging zijn Pokémon Dodo Mirror Code. Wat? Ik doe een vuuraanval, en het is... Hij doet Mirror Code, dus ik krijg niet eens een vuuraanval terug. Ik ging gewoon in één klap dood. Ja. Boy, yo, hier is ook al een Kingler. Bij mij zitten overal Kinglers. Ja, maar als hij dan Mirror Code doet, moet ik toch een vuur terugkrijgen, zeg maar? Hoe nee. Het is gewoon de schade die je deed keer twee. Wauw, dus dat is net zoals Revenge, zeg maar, met die 5 Pokémon's. Volgens mij wel. Wauw, wat een balzakkerino, ja. Oh, special attack moves worden net als counter verdubbeld, zeg maar. Holy shit. En je skip typing. Ja, dat had ik al gemerkt, ja. Ik kreeg even een flinke balzak in mijn mond. Niet erg, maar ik wil het wel even benoemen. Overigens zei jij net afhaling en daarvoor, die staat er ook tussen. Ja, dat dacht ik. Hey, wil hij rijden of niet? Mickey! Oh, dan word ik natuurlijk weer gekild zo meteen door die Mickey. Oh, ik kill hem lekker voor je, bitch. Ik mag het hopen. Nou, en Sander was vooral boos omdat Mirror Code, hoe heet het? Boba Fett bestaat bekend omdat hij Mirror Code heeft. Maar hij speelde tegen een Vanillite, weet je wel, dat ijsje. Ja, en die, ja, kan ja. Ook, die kan ook Mirror Code. Oeh, een nugget. Een nugget. Maar ik moet wel zeggen, ik vind deze games wel echt altijd een bepaalde sfeer hebben. Zeg maar. Jawel, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Snap je wat ik bedoel? Maar dat heb ik met elke game wel op een bepaalde manier. Maar als ik nou Pokémon Emerald of zo speel, ja. Dan ga ik meteen terug ook in de tijd toen ik 12 was. Zo, en dat je alleen maar aan Pokémon denkt de hele dag. School, Pokémon en verder niks. Echt fucking vet dan. Wow, Milotic, hoe krijg je die? Totaal geen idee. Ja. Of die Reggie's, dat vond ik ook echt vet. Ja, wow, die gast heeft de Deoxys, die is toen naar weet ik veel waar gegaan en die heeft zijn Game Boy ingeplucht. What the fuck, weet je wel. Yeah. Wow. Nou is dat er echt allemaal van af, zeg maar, dat magische... Poeder. Ja. Magische poeder. Nog steeds wel vet, alleen het is er wel allemaal van af. Magische poeder. Deoxys was een Drifleet of zo, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dan kon je zo je Gameboy meenemen en dan deden iedereen pluggen. Soms moest je met zo'n man mee, zeg maar, naar zo'n hokje. Maar ja. Als je met familie kwam, dan weet niet. Dan moest je moeder alleen mee. Wat een bitch dit, hè? Zagen jullie die bubbels, jongens? Die bubbel, dat was gewoon keer 2 speed, hè? Zag je hoe slow dat ging? Maar, hij slaat nergens op. Hij doet dubbel slap en hij slaat mij 4 keer. Slaap. Slaap. Oké, ik heb de eerste badge al. Wat, moest Mac maar ook niet. Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Maat, wat is dit? Ik krijg hier iets, maar... What the fuck, jongen? Wat is dat voor onzin? Yeah. Kijk gewoon Netflix pop-ups. What the fuck, Reno, jongen? Ik heb de Sacian en ik heb Nando die Samazenta code gestuurd. Nice. Heb je ook al Squid Game gekeken trouwens? Ja, natuurlijk. En, wat vond je ervan? Ik vond wel vet. Soms een beetje traag, maar verder vond ik wel vet. Heeft er iemand van jullie in de chat geen Squid Game gekeken? Want dan ga ik vertellen wat ik ervan. Sander heeft geen Squid Game gezien. Gaat Sander Squid Game kijken? Dat moet je aan Sander vragen. Sander, ga je Squid Game kijken? Oh, Sander heeft wel Squid Game gezien. Oeps. Oh. Oh, Nando heeft geen Squid Game gezien. Ga je het kijken of niet, Nando? Anders
te veel erover zeggen, zeg maar. Anders kan ik alleen maar zeggen wat ik ervan vond, alleen om het dan te beargumenteren. Oh, hij heeft het niet gezien. Ja, Sander, wat is het nou? Sander, jongen. Oh, Sander wil het ooit nog gaan kijken. Oké. Okay. Nou, bij deze... kijken. Maar wanneer is ooit? Oké, ja. Oh, Game of Thrones is dat heeft voorrang. Ik vond, zeg maar... Rick en Morty hoef je niet te kijken. Zonder te spoilen, vond ik... hoe het einde in elkaar zit, zijn er bepaalde dingen die dan helemaal niet meer zielig zijn of zo. En ja, ik denk dat ik meer kun je eigenlijk niet vertellen zonder iets te zeggen, zeg maar. Krijgt die XP van de missie? Ja, ik snap wat je bedoelt. Okay. Ik zou gewoon niks zeggen, want je spoort heel snel iets. Ja, nee, dat ben ik dus niet van plan. Nee, dat gaan we niet doen. En wat vond je trouwens van de gelekte foto's van onze prinses? Wat? Had je dat niet gezien? Nee. Oh, zij was met vriendinnen en zo allemaal. En waren daar foto's van uitgelekt dat zij gewoon uitging of zo ergens. En dus gewoon een beetje wat pikantere kleding aan had en zo. Gewoon, ja. Gewoon een normale teenage meid. Alleen okay. Dan weet je dat zij dus de prinses is, zeg maar. Dat is eigenlijk helemaal niks raars. Nee. Maar omdat zij prinses is, is het raar. Dus ik had even gereageerd. Kijk die bubbel. Kijk die bubbel. Dat is keer 2 snelheid. Dat is keer 2 snelheid. Ja, maar surf gaat ook echt. Ja. Need a kick. Tijd voor een pedal. Ja, een pedal. Ik heb Ciao even in zijn poepert gepoept. Oh, geen escape rope, dat is wel kut. Je wip! Een magische mar. Even kijken, geef me een link, Justin. Justin gaat schurken, man. Ja, hoe bedoel je een link dan? Ja, van die foto's. Oh, ja, dat gewoon prinses gelekte foto's. En dan zie je gewoon zo'n slutfest, zeg maar. Je ziet gewoon allemaal die meisjes bij elkaar en je ziet gewoon... Dat door het licht een bepaalde reflectie op het gezicht, wat geen make-up kan zijn. Maar als het dan blauw licht was, dan weet je wat het was. Ja, dat dacht ik ook. Hoezo is dit onze prinses? Maar ja, daar heb je niet voor het zeggen. Oeh, big space. Wauw, begint het nou? Ja, maar je hebt meer een lucky egg. Maar voor die 3 level 30 Pokémon is dat grappig. Dat is wel goed. Dat is zo. Oh, oeps. Dat was niet handig. Ai, even checken. Ja, maar ze is een beetje chubby. Kijk, en ik hou op zich wel van gore wijven. Trek ergens met mijn grens. Mag dat trouwens? De familie beledigen of is dat strafbaar? Nee, je mag er toch gewoon grappen over maken. Ja, ik laat het allemaal aan jou. Nee, maar ik bedoel wettelijk. Dan moet je me nergens mee. Nee. Maar gewoon wettelijk gezien, volgens mij mag je er toch gewoon grap over maken. Ik bedoel, Theo. Nee, hoe heet die gast? Hans Theo, hè? Oh, maar is dat gast bier halen en zo. Maar jij toen kei grappig vond en naar mij stuurde, weet je wel? Huh? Nou, dat kan nooit Hans Theo zijn geweest, want die is alles behalve grappig. Oh, dat zijn beledigen, maar wel. Ja, dat mag zeker. Wow, eigenlijk heb je al gewonnen omdat je naar Zoomer wel ziet. Waarom leeft hij dan nog, jongen? Dat een Azumarill is. Coolste boy van het land. Er komt trouwens een fucking vette film van Uncharted. Ja, ik weet met het. Mark Wahlberg en Tom Holland. Alleen, zeker. Ik snap het duo niet echt, want ze zijn allebei een beetje cool. Dus wie wordt dan de Sully en wie wordt dan de coole Drake? Nou, dat is wel bekend, maar... Dus Tom wordt de Drake en Mark Wahlberg, die altijd cool is, wordt dan de Sully. Ja, maar Sully is ook cool, maar... Ik alleen heel bullshit vind, Sully is een oude grijze man. Ja. En dat is hij niet, nee, zeg maar. Hij en is juist een spierbundel. Tom Holland is een baby, zeg maar. En dat is Drake ook niet, zeg maar. Dus wat dat betreft vond ik een beetje raar, maar wel fucking vet. Ja, zeker. Die film moeten we sowieso samen gaan kijken. Sowieso kijken, ja, inderdaad. En als jullie die dan niet hebben gezien, pech, want dan gaan we een spoiler. Maat. Ik word hier even flink afgetetst, jongen. What the fuck, Reno? Rock drop, oh, miss. Nice. Ja, niet nice. Waarom heeft hij dan weer een golem, joh, hè?
Magnetiet 7. Oh, hoezo leef je nog? Wauw. Anders moet ik helemaal terug omhoog, hè? Ja, daarom. Dat is de bedoeling. Quick attack, quick attack, quick attack. Oh. Momo, milk. Ik wist niet... Oh, hij heeft waterken, hij heeft waterken. Ah, oh, hoezo doet dat zo weinig damage? Take down. Kom. Dat je zoveel energy hebt. Nee, oeh. Boy, dacht, wat is dit? Easy. Smoke screw? Neem anders zo'n ijsje. Ik wou het zeggen, maar ik weet niet of ik het moet zeggen. Dan haal je het nog maar. Ja, je weet toch wel zo'n ijsje speciaal voor, hè? Die dan ook een marketing is voor. Je weet oh, nee, doe maar niet. Jawel, vet. Echt mooi, weet je, ik keek gisteren op Twitch met een paar minderjarigen, zeg maar. Oh, yeah. We wilden gewoon gaan kijken naar spelletjes en zo. En toen in één keer stapte ik gewoon een hoerentent binnen of zo. Nee. Pools en hubtubs en zo. Ik dacht, what the fuck is dit nou weer? Het is echt raar dat dat gewoon mag eigenlijk. Wat vind jij ervan? Of jij volgt een paar van die streams. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, hoezo ken je die chicks niet? Dat zijn wel die hubtub streamers. Die hebben zo'n hubtub in hun kamer. En dan gaan ze daar met bikini staan. En als je dan abonneert en zo, bij zoveel subs veranderen ze hun bikini. Of dan gaan ze squatten of met hun billen in de... Wat? In het ding staan en zo. Kent die niet? Mm-hmm. Niemand kent het. Nee, ik ben teleurgesteld dat ik nog steeds geen linkje heb ontvangen. Hè? Die heb ik echt 3 gestuurd. Oh ja, ja. Van Gordon. Maar jij is heel hard op ging, weet je wel. Oh ja. Welke route? Dit is route 8. Dat is pas al lang niet meer booming, Sander. ASMR. Gadverdamme, Sander. Hallo, welkom bij deze ASMR. Hey, Sander. Dat deden wij al. Hallo vader. Ja. Hallo vader. Ja joh, waar is onze geld joh? Yeah. Wij verdienen daar ook gewoon. Wij moeten meer geld krijgen dan. Wij verdienen fucking veel. Sommigen. Maar wij jullie maar lekker ASMR en wij krijgen helemaal niks terug. Helemaal niks. Helemaal niks. Hey, een ijsberg. Dat is een lekker bergje. Ik wil even iets checken. Oeh, monkey. Een friendball. Ik heb hem al gegeten. Dat klopt, ja. Oh, hoezo is dit dan weer geen croco nou? Dat kan ik je vertellen. Omdat het een eradicator is. En croco nou is de volle evolutie. Ja, joh. Wow, rustig aan. Heeft AZ zeker weer verloren? Nee. Ja. Oeh, dit wordt wel echt kut, deze Gengar. Die moet gaan killen met heel veel bubbels. Lukt het wel? Ja, maar dat duurt fucking lang. Vice Grip is een wateraanval, of niet? Nee, Vice Grip is een normaal aanval. Is het een wilde Pokémon? Volgens mij heeft hij me gehypnose. Ik dacht Parasong, dacht ik. Oh, die Kadabra wil ik, ja. Weet je nog, mijn Pokémon Crystal, die Kadabra van 170, die alles one shotte. Maar Sander. Wat is er, Sander? Sander, nooit meer vergeet ik jou. Persian en nee. Heb je zin in volgend weekend? Ik heb zeker zin in volgend weekend. Wat is er volgend weekend? Mario Party. Het enige probleem is dat ik zaterdag bijna niet kan spelen. En zondag ik moet werken. Maar hoe kun je zaterdag bijna niet spelen? Omdat ik naar AZ ga en dan kan ik overdag wel spelen. Hey. Dan gaan we die vangen. Ah, is een vuur. Ik hoop gewoon dat ik nog een dingen krijg. Ah, vrijdag sowieso, Sander. Vrijdag ben ik gewoon vrij, dus dan ga ik gewoon de hele tijd Mario Party doen. Ik hoop alleen dat er dan ook genoeg mensen zijn die mee kunnen doen. Want het is online, dat is super chill. Dan kun je gewoon elke keer met allemaal Mienzen spelen. Sander, doe ze even normaal. Inderdaad, Sander. Wat zei hij? Ja, hij zei, hij gaat naar het smerige gedoe kijken. Zelf even het smerige gedoe. Ja, hij is voetbalhater. Gewoon omdat hij niet van coole dingen houdt, zeg maar. Oh, nee. Zo iemand is het. Ik moet even iemand bannen uit de chat. Ja. Yeah. Ah,
haat hij voetbal of vindt hij voetbal gewoon niet leuk? Nee, hij haat voetbal omdat andere mensen het wel leuk vinden. Maar hoe kun je het dan haten? Zeg maar? Het echt is. Haten of gewoon het niet leuk vinden? Dat is echt een verschil. Kijk, niemand vindt Milan leuk, maar nee. Jou ook echt haten, dat gaat nee. Al te ver. Ik weet het al, Sander. Jij zat vroeger onder voetbal. En toen ben jij ingemaakt door 3 meisjes bij het G-team. En sindsdien vind je voetbal niet leuk. Die kans zie ik best wel aanwezig. Ja, ik ook. En vandaar ook SB. Dat was zijn vereniging. SB nog iets. Waarvoor staat SB eigenlijk? Voor zijn naam. Sander en zijn achternaam. Gur? Nee. Dat is vergezocht, Sander. Ik weet het. Ik ben in de Iron Cave. Oeh, right you. Met je Iron Cave. Oeh, schietel. Lavitar of zo, die krijg je nooit echt heel snel meer. Hè? Terwijl wij al best wel vaak randomizers hebben gedaan. Ja, maar dat heeft niks met voetbal te maken, Sander. Dat zijn zeg maar 20 van de 100.000 mensen, zeg maar. Even kijken. Ja, ik vind het altijd wel mooi. Eigenlijk. Dat die ja, maar jij vindt boksen en kickboksen en zo ook mooi. Ja, ja want vorige week bij Vitesse NEC dat ook best veel politieagenten gewond, hè? Hm. Ja. Nice. Hey, ze krijgen er betaald voor. En ze hebben ook echt super lang staan wachten. Weer een kinder, hoe kan dat? Er was zo'n gast die daar was geweest, blijkbaar. En die had dus ook allemaal filmpjes en zo. En die zei dus, ik vroeg dan van, ja, hoe word je dan niet gepakt en zo? Ja, gewoon niet te ver vooraan willen lopen en zo. Oké. En toen zei ik van, waarom laat de politie niet gewoon een soort van grasveld, waarin ze zeggen, nou, een half uur gaan we helemaal los en daarna optieven en dan ruimen wij de rest op. En dat die mensen dan, want die zitten elkaar gewoon keihard uit te dagen, ja. Ook met die spandoeken en zo, mm-hmm. Kop eraf. Dan denk ik van ja, hun zitten elkaar allemaal op te naaien en jullie moeten het oplossen. Ja. Dan gewoon zeggen, nou hier sla elkaar maar helemaal dat tering in. Mm. Niks wordt vergoed qua ziektekosten. Ja. Klaar. En dan, als jij zeg maar, weet ik veel, je benen breekt en je kunt daarna niet werken en je krijgt het niet vergoed, dan stop je daar echt wel mee, denk mm-hmm. Ik dan vanzelf. Politie niet gewond, hun slaan elkaar de tering in, wat ze anders toch wel doen. En daarna up op die honden op het veld en ik denk, laat die mensen dan gewoon elkaar even mm-hmm. Gewoon in elkaar tieven. Als ik met een spandoek weet ik vol voor jouw huis ga staan, Milan moet dood en Milan gaat mij slaan, nee ik ga de politie bellen. Terwijl ik wil dat dan op zich wel zien. Nee. Doorgesnuift tussen portes, die elkaar de hersenen uit rammen. Afmaken niet, maar gewoon die gasten willen elkaar gewoon in elkaar tieven. Oh, prima, denk ik dan. Oeh, een kindje. Daarvoor hoeft de politie van mij echt geen klappen te vangen, hoor. Als ik iemand uitscheld op straat en diegene geeft mij een klap, is het dan toch normaal? Zeg. Ja, het is niet normaal dat je iemand uitscheldt, maar hun zitten elkaar de hele tijd uit de dagen op te fokken. En dan is het zover en dan moet de politie ingrijpen en dan krijgt de politie alles over zich heen. En dan hebben die supporters alsnog niet met elkaar gevochten, want daarover gaat het eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk van ja, als je dan gewoon even als politie gewoon hun even elkaar in elkaar laat slaan, zijn ze daarna ook moe, is het grote gebeurd. Alleen dan qua ziektekosten en zo moeten ze dan even iets vinden, hoe ze dat dan gaan doen. Het is gewoon daar lang staan, filmen en kom je dan alsnog in het ziekenhuis, ja helaas, eigen rekening. Ja, maar we hebben geen geld. Nou, dan is daar de deur. Doedaloo! Kunnen we toch niet normaal in de maatschappij leven? Nee, ja, maar het is toch ook niet normaal? Dat je dan als politieagent maar al die shit over je heen krijgt. Ja, net als bij dat vrouwke in Eindhoven. Dat vond ik ook wel grappig. Welke vrouwke in Eindhoven?
Ja, dat is al een hele tijd geleden, maar dat is zo'n kanon, zo'n waterkanon zeg maar, op zo'n vrouw en die vliegt dan zo tegen de muur, heb je daar veel te nodig gezien. Ja. Maar dat vind ik wel grappig. Ja, dat kan ook, alleen dat kost ook weer heel veel geld. En daarom mogen ze van mij ook wel elkaar afmaken. Ja, nee, dat is ook denk ik er ook over. Van, nou, als ze elkaar allemaal uitzetten de dagen, sla ik daar lekker de tering in en zoek hem maar uit dan. Was daar route 32 bij die vissers en zo? Dat zeg ik niet. Ja, dat wel dan. Hey. En dan kunnen wij gewoon iets kijken. En dan is het voetbal. Nee, boeien naar de wedstrijd. Derde helft. Oeh, maat. Ik heb een Thunderstone. Joepie? Nee, Thunderstone. Niet Joepie. Een Rapidash. Nee, Thunderstone. Zo, route 33. Ja. Zo. Nou, kom eens hier, jongen, wilde Pokémon. Mat! Ik heb een Ripple of zo. Bij je gedrill. Sinds net. Is de tong voor jou en voor mij. Kan zo nog, Sander, kan zo nog. Oeh, een Kingdra. Oeh, die is wel cool. Hey, Kurt! Jij nou Kurt? Kut Kurt. Wow, yo. Klein meisje. En een vuur. Vlammenwerper. Smeerlapje, hoor. Smeerpijperij. In de cave, in de cave. Oh, met deze Rocket Brand. Net als dat die niks beters te doen hebben dan alleen maar daar staan. Eevee. Hey boy. Even kijken. Ondertrainersfunk, nu ben ik te laat. Zeg even iets. Zeg iets dat ik weet dat je er één hebt. Ja, dat heeft het tegen mij. Ik snap het niet. Misschien worden dan onschuldige. Misschien ge... Oh, dat kan ik niet helemaal zien. Nee, dat klopt. Wat gebeurt er met ons schuld? Ja, dat is meestal hè, dat de rotte appels het verpesten voor de anderen. Mm-hmm. Maar die politie die rijden daar toch ook met van die busjes met camera's en zo. Ik bedoel, als jij naar een voetbalwedstrijd hè, in één keer bent in elkaar geslagen, zeg maar. Ja, hoe vaak komt dat dan echt voor dat dat niet te maken heeft met die wedstrijd, als je na die wedstrijd komt. En als je een dag nadat je in elkaar bent geslagen komt, dan stellen ze toch ook vragen. En dan is er aangifte gedaan? Nee, nou dat is ook raar. Nou, en als dat dan zo in dat profiel valt van, en ze vragen dan waar ben jij geweest, en ze komen erachter dat je bij die voetbalwedstrijd bent geweest. Nou, fraude, yo, eigen rekening op P4. Hup, nice. Ja, maar heb geen geld. Ja, nou, huis uit, klaar. Ja. Het is allemaal te hard en dat doen ze allemaal niet, maar... Gewoon laat die gasten elkaar lekker ergens in slaan. Ja, Sander, wat je zegt klopt wel. Die Zorua en Zorua zien er heel vet uit, alleen de typing slaat helemaal nergens op. Yep. Hoe bedoel je, hoe heb je zoveel? Ik snap niet wat je bedoelt. Maar Milan, hoe heb je zoveel? Ik snap niet... Ik snap. Ja, je moet de vraag anders stellen. Hoe kun je zoveel lelijke dingen in één gezicht plaatsen? Omdat ik een... er staan helemaal geen sound alerts. Ja, dat zal ik je wel laten zien vanavond of zo. Als ik even tijd heb, dan laat ik je wel even zien hoe je dat doet. Ik kan er nog veel meer als ik wil. Maar ik wist er al even geen meer. Maar ga je mijn tunnel zo nog groeien, dus die ga ik wel doen. Het wordt tijd dat Kingler een keer een goede wateraanval leert. Zo, Bubbel. Fucking goede shit, Bubbel. Wat wil je nog meer? Ballen van vuur tot de regen. Kurtje, man, dat team is een hand op.
een stamp neergetrapt. Bibble is trubbish. Yeah. It's rubbish! Feet off the table, feet off the table. Deze vuile bits even verslaan. Ze zijn embedded. Wat betekent NL dan? Namelijk. Maar is namelijk niet zo'n woord die je altijd gewoon kunt vervangen met niks? Bijvoorbeeld, ze zijn beide dat gekregen. Klopt, ja. Net als gewoon. Ja, dat zet je even aan het denken. Oh, waar ben jij nou? Je hebt Kurt ook al verslagen, hè? Of die Team Rocket bitches. Ja, natuurlijk. Oké. Nee. Ik dacht gewoon NL of zo. Ik dacht van nu, wat? Of nu, of zo. Ik geef daar helemaal niks om. Onwetend ben met kennis, dan vraag ik het en neem ik de kennis tot. En dan word ik één met het ziel. Oh, dat is ook een goede sound. Of Kaiba boy. Kaiba boy. Nando is wel een Yu-Gi-Oh! Fan, dus die snapt hem wel, denk ik. Ja, maar van de oude of ook van de nieuwe? Ja, ben je fan van de nieuwe, dan ben je al geen fan meer, maar meer fanboy. Een loser. Ja, weet je dat. Dus je hebt zeg maar de oude, dus met Yugi en Kaiba. En alles daarna, met een heel klein beetje GX, is gewoon één grote fart in je mond. Dat is feitelijk zo. NL. Zo. Old school, nieuwe ken ik niet super goed. Oh, oké. Okay, oh, nice. Ik dacht dat jij fanboy was van alle Yu-Gi-Oh's. Zo goed ken jij dus jouw kijkers. Ja, hij speelt al die nieuwe spellen ook allemaal. Of die nieuwe kaarten ook allemaal. Je speelt op je kanaal allemaal die nieuwe sets en zo met die Ultra Fusion stront bullshit. Ja, Dimension Fusion. Waar je eerst, waar je eerst 7000 chapters moet lezen voordat je weet wat één kaart doet. Ja. Ja, dat bent Jordi, ja. Doordat het oude seizoen ook nergens op sloeg. Ja, het allereerste. Maar toen hadden ze ook nog niet die regels. Ja, maar toch toen was het wel al vet. Gewoon ja. Weg, zeg maar. Ja. Kijk, het is niet dat het stoort of zo. Nee. Het is gewoon van... Je weet ook gewoon dat het dan nog niet dezelfde game is. Nee. Hè? Dus ja, het kan je ook niet per se storen. Want ze zeggen, alles mag gewoon. Alleen waarom zou je dan een bepaald deck maken met... lagere kaarten. Mm-hmm. Omdat ze dus wat schaarster waren en wat zeldzamer. Dus dat is het enige vraagteken van waarom spelen mensen dan die kaarten in hun deck? Mm-hmm. Waarom dan niet alleen maar gewoon sterke monsters? Hè? Maar het kijkt wel gewoon lekker weg, zeg maar. Kaiba is wel echt weer een coole gast. En dat toernooi van Pegasus is ook gewoon vet. Ja. En je ziet wel een beetje dat Joey, hè, van niks naar iets. En Pegasus is ook wel gewoon een goede bad guy, zeg maar. Interessant. Wat is zijn motief? Waarom? En dan kom je dan ook achter. En, ja, ik vind het wel mooi. Ook wel mooi hoe de Millennium items zijn gemaakt. Gewoon hele dorpen afgeslacht en gewoon gesmolten in het goud. Ja. Goeie shit, ja. En dat is gewoon een kinderanimatie. Ja. Merk was ook wel cool, ja. Battle City toernooi... Huh? Oh, na die Battle City toernooi. Ik wou wel zeggen, Battle City toernooi was het vetste seizoen. Toch? En het laatste seizoen is ook vet. Het laatste seizoen is ook vet. Alleen... Ik vind... Ik vind de Seals, vind ik de duels wel echt het vetste. Seals vind ik heel erg snel repetitive ja, worden. Maar de
de duels, zeg maar. Omdat daar ook dan nog kaarten in zitten van nieuw, zeg maar. Ja. Wat nieuwere shit. En het is ook best wel heftig dat je dan, hey, gewoon in principe is elke game een shadow game. Dus ook de stakes zijn wat hoger. En die elite duelisten zijn ook wel wat sterker. Yugi verliest voor de tweede keer. Hè. Dus ik vind alleen het duel met darts vind ik dan weer onzin. Want hij summont één monster en dat monster is letterlijk de hele game een sterk monster, zeg maar. Mm-hmm. Dat. Maar het kijkt wel echt lekker weg, zeg maar. En ook dat Joey dan, de ene battle tegen die andere Joey. En dat hij dan dat hele pak krijgt. En dan gaat hij daarna ook nog tegen Mai. Maar omdat hij dan al een beetje verzwakt is, verliest hij. Ja, maar Sander, dit is al 20 jaar oud bijna. Dat mag je wel een keer gespoild worden. Ja, als je Danny hebt gezien, dan is er maar één optie. En dat is, Goedtaal.nl. Ik wou het zeggen, maar ik denk, ja, weet je, ik weet niet of het kan. Dat was best je kan online wel ergens vinden hoor, Nando. Maar waar is dit voor balzakkerino, ja, hè? Silver Orichalcos is vet, alleen ik vind het heel snel elke keer hetzelfde. En dat deuntje wat wij dus net zongen, dat hoor je echt, niet gelogen, om de minuut. Ik denk 20 keer per aflevering. Ja, dat is echt mooi. Ook in het Nederlands. Waarom zou je dit in het Nederlands kijken? Ja, als je het ook in het Engels kan kijken. Die aflevering heb je al niet meer in het Nederlands. De laatste dub van Nederlands is de eerste paar afleveringen van Cyberspace. Dus ja. Maat, heb ik gewoon geen bal? Oh, geloofloos. Lovebal, een friendbal, een lurebal, maat. Tief op, jongen. Ga er gewoon in. Ja, ze staan volgens mij in ieder geval allemaal op Netflix, toch? De nieuwste seizoenen. Nee, denk ik niet. Oh, maat. Wat een gay bitch is dit, hè? Oké, okay, Sander, je moet zometeen wel even opletten, want ik ga die Cloyster proberen te vangen zometeen als ik weer nieuwe balls heb. Hebben ze hier geen markt? Wel, jawel. Je kan er ook wel iets cools kopen. Smart. Ja. Dus standaard in die markt. Kijk, babbelie. Zelfde nugget. En je moet ook die van Avatar doen. Die moeras mensen, dat deuntje nog niet. Yeah. Die is ook wel grappig. Of Dat hij zo'n trucje gaat doen met zo'n dan komt er ook en dan kijken die al die kinderen en dan heb je die ene dude zo dat die helemaal gek wordt van die avatar. Maar ja, je ziet geen beeld dan, of wel? Nee. Ah, oké. Of, weet je waarom ze mij de draak van het westen noemen? Nee. Ja. Ook nice. Oh, eigenlijk wil ik gewoon zien dat iemand gewoon naar die sparrow loopt en gewoon helemaal in elkaar tieft en dan een pokeball erop gooit. Dat klopt, ja. Oh, je muis zit in beeld. Ja. Wat is dat is dit? Ook iets wat ik kan, maar dat heeft echt met oldschool games te maken, dat pokeballs echt kut zijn. Zee, ik heb een Pokémon! Waar waren die Pokémon precies? Ja, voor kut. Ik kan die straks geen kut, dat zou ik echt grappig vinden. Kut hem dan, moeder! Oh! Ah ja. Dragonair. Hij is wel roze, maar ik vind het niet. Nee. Ja, nice, Sander. Kaboom! Wat? Dat was Sander. En dat is van dan? Dat is van een serie die wij deden. En hij heeft. Hij zegt dat dus zo vaak. En toen had ik daar een ding van gemaakt. Maar dit is geen Pokémon. Nee, helaas niet. Kaboom!
Max V5 en ik kan nou al geen items meer? Voor Kobe. Wauw. 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 Betalen, hè? Nu gaan we het niet doen. Betalen. Ik liet vandaag wat collega's het ene filmpje zien van Pwn. Wel zet dat mijn funny story over is geslagen. Wat? Oh, oké. Okay. Was met twee guys in Groningen en, en daar hebben we, zijn we langs de Intertoys alle pokeballen op. Hè? Waar alle pokeballs op Master en Ultra nahingen. Dus alleen Pokeball en Great Ball. Dus ik zag, ging voor de grap ze allemaal benoemen. Oké. Okay. Oh, ook alle special balls en zo. Ik heb twee special balls. En toen? Of... Toen was hij een coole jongen. Dat was jouw funny story. Ja, dat was een coole jongen. Oh, ik denk de grap komt er dan ook nog aan, zeg maar. Ja. Oh, die guys keken van, jezus wat een nerd. Ja, zo hoort het ook. Zeiden ze daar ook van, gadverdamme, fijne nerd op TV hier. Zo iets uit, vrienden niet meer. Is er ook geen nee, hè? Sander, we willen niet meer met je omgaan. Ja, ja, dat zeiden ze wel, ja, zegt hij. Safaribal, parkbal. Ja, snap ik. Dat dat moet je ook, dat Kaiba zo, jouw opa is een demente gek, mijn opa is niet gek. En dan Exodia, dat is de Nederlandse vertaling. Van mijn opa heeft geen zwakke kaart of zo. En hij zegt dan van dat die opa dement en gek is. En dan mijn opa is niet gek of zo. En dan, want hij heeft Exodia. Dat is die Nederlandse vertaling daarvan. Die moet je echt opzoeken. Als je iets cools wil doen voor de mensen, dan moet je dat doen. Wat een bal, Sabrina. Je opa is een dwaas. Je opa is een dwaas. Je vader is een zwijn. Oeh, die moet je ook doen. En dan... Ahoy. Meteen en dan. Of je doet... Hallo, vader. Laat jij de jouwe zien, ik de mijne. Nee. Sta jij ook een keer met je lul voor de game. Ja, dat willen jullie zien, hè? Ik bedoel, Sander. Nando zegt van, ja, de Nederlandse dub zit vol met dat soort dingen. Daarom keek ik hem ook in het Nederlands. Ja, dat is echt mooi. Echt mooi is dat. Nou, kom even met je Farfetch. Net kwam elke keer Farfetch en nu is er geen Farfetch meer. Of is dit, nee, is er een andere encounter table hier in aan deze kant van de route en aan de andere kant van de route? Nee. Helaas niet. Nee, ja, gelukkig niet, want dan zou ik hier een Farfetch moeten kunnen vinden. Helaas, Serino. Ah nee, hier heb ik een Xeno. Ja, dat klopt, ja. Xeno. Xenoblade Chronicles. Nee, gewoon Onyx omgekeerd. Ik snap hem, ja. Ik snapte hem al, Sander. Sander wou ik tegen je zeggen. Ik ben gewend om het Sander op te nemen. Onze vriendschap is vanaf nu bij. Je hebt me al een paar keer uitgescholden voor Terimogol of Age-leier. Of... Maar nu ging het te ver, hè? Dit ging echt wel heel ver, ja. Nu snap ik hoe beledigd Hermeline zich voelde toen ze werd uitgescholden voor modderbloedje. Maar dit, ja... Ja, ik weet het niet. Het doet ook gewoon nog steeds pijn. Snap ik. Meen je het ook echt of was het gewoon een grapje? Dat denk ik nog even. Oké. Want dan weet ik nog of onze vriendschap te redden valt. Anders... Kaboom! Nice. Het doet vooral zo pijn, omdat het is gewoon nog erger dan al die ziektes bij elkaar. Oh, yo. Oeh, een HP-up. Mogen we eigenlijk dingen tussendoor opzoeken of niet? Wat zou je willen opzoeken dan? Nee, dat ga ik niet zeggen, want anders ga je dat ook opzoeken. Oh,
Nice, TM5. Nee, dat je zo wil winnen. Ja, ik wil ja zeggen, maar wat wil je dan opzoeken? Ja. Want dan heb ik ook meteen die info, zeg maar. Ja. Misschien dat ik het wel weet, hè? Dan vertel ik het wel gewoon. Ja, het gaat dan over TM's. Ja, en dan? Dus waar je bijvoorbeeld TM10 kan halen. Ja, maar dat is dus random. Nee, die TM-nummer is niet random. Oh, alleen de move wel. Ja. Ah, oké. Ja, goeie vraag. Voor twee rijen die niet hetzelfde zijn. Dus. Behalve de cross. Behalve de cross, die mag wel. Of crossover. Ah, 10 kan je boven Lake of Rage halen. In dat huisje. Nice. Maat, jij hebt toch al veel meer, hè? Dat klopt, ja. Maat, waar is dat van Paul Zaccarino? Maat, hoeveel balzak heb jij tegen je mond aan gehad? 1 rij en 1 kolom, Sander. Of 2 diagonale rijen. Geef me een shiny eitje, alsjeblieft. Oh, ja, waarschijnlijk ga je die weer eentje krijgen. Ik heb die nog geen 1 keer shiny gehad, hè. Jij al echt al 3-4 keer of zo. En ik heb nog 0. 0? Want op het moment dat je het eigenlijk. Ik heb die al zo vaak gehad. Of die shiny is of niet. Ja. Dus eigenlijk kon je hier best wel makkelijk een shiny krijgen. Dat klopt, ja. Dan. Ja. En ook inderdaad best cool. Alleen je kan ook echt ongeluk hebben en dan echt een kut shiny. Een Igglybuff of zo. Van mij mag je dat wel zeggen. Nando, verklap dat nou niet. Dacht ik voorsprong te hebben daardoor en heeft Nando het nu verpest. Die stokjes zo'n ninja maakt. Terwijl als je dat echt zou doen dan zou je gewoon alsnog gewoon fucking goed punt krijgen. Want dan ben je best wel creatief. Ja, maar Nando, het is juist eerlijk dat iedereen op zijn eigen idee afgaat, zeg maar. Ja. Snap je dat niet of zo? Grapje, Nando. Ik hou van jou. Maar nu mogen ze beide Huts of Niffau, Biffau. Eerst snapte ik nooit wat Niffau betekende. Totdat ik het opzocht. En betekent gewoon neef. Nee. En dan denk ik, waarom zeg je dan niet gewoon neef? Tja, dat vraag ik me wel eens vaker bij dat soort dingen. Ik snap het nog steeds niet. Net komt nu tijd te kort. Omdat die guys van de streets komen, Justin. Maar ik weet dus ook niet wat streets betekent. Want dan zeg je toch gewoon straat. Ze moeten voor alles een cool woord hebben. Ja, het enige wanneer ik het woord lord gebruik, is als ik gay ervoor zeg. Snap je niet? Hij heet lord, nee. Ja. Snap. Als je hem snapt, dan moet je keihard lachen. Nando zit nou gewoon te lachen, en dat weet je. Nando zit te lachen, en dat weet je. Oeh, cutie. Dat is toch wel cool, Niffau. Dat is diep. Dat is heel diep. Diep in je mom. Yo, wat gebeurde er? Wat, jij krijgt gewoon geld op mijn jokes. Of zet een follower erbij of zo. Dat snap ik wel. Is de follower dan voor jou of voor mij? Follower voor jou, follower voor mij. Follower voor ons allebei. Oké, dat is geen follower.
Wacht, dus daar is mijn moeder. Wacht, zitten er notificaties? Nee. Gaming is Babe, mijn host, dat was het. Oh, ik mis de oude afleveringen van SpongeBob. Jij ook, hè? Ik was nooit zo ver van SpongeBob. Daar is het dus misgegaan. Ik vroeg me al af waar het mis was gegaan. Bij opvoeding kon het niet liggen. Want jouw zusje is gewoon normaal opgevoed. Dus dat moest ergens anders zijn misgegaan. Hoe durf je dat uit je mond te krijgen? Ja, oké, okay, sorry. Dat was mijn grapje. Echt? Vond je dat nooit leuk? De oude OG SpongeBob. Scheur in mijn broek. Nee. Is voor feest, dat doe je. Ja, die vind ik nog wel leuk. Ik vond de kleurenburgers ook wel leuk. Of Sekkel. Met die augurk komkommer. Ja. Oh, die moet je er ook bij doen eigenlijk. Sekkel. Ja, dat kijk ik een keer uit de school of cirkel, dan denk je dat ik dat wil. Ja. Milan is echt niks aan het doen. Jezus man, inderdaad Milan, hij is iets doen. Ligt het aan mij? Of is die soundboard wel wat zachter? Als het goed is niet, want ik heb, want ze horen hem net zo hard te horen als wij, zeg maar. Want hij heeft nooit Whitney, haar hele team beslagen, alleen alle twee Pokémon in een aparte battle. Wie, Ash of wat? Ja, dat staat erbij, ja. Ja, maar Ash is ook gewoon een eerste klas Clap My God. Behalve in die nieuwe, heb je Journey gekeken? Het eerste gedeelte. Ja, het is wel vet. Hoe bedoel je het eerste gedeelte? Ja, de eerste paar afleveringen. Toen vertelde ik jou toch nog dat hij een Dragonite ving. Ja, Dragonair. Ja, nee, Dragonair. Ja, ja. Ik weet het in al. Ja, klopt. Smaddle. Maar Chikorita is wel cool, cute. Wat? Hoe komen we bij Chikorita? Ja, dat weet ik ook even niet. Ik probeer het voor je te ontcijferen, maar helaas. Ja, is dit Da Vinci Code of zo? Ja, ik denk het. Ik snap het niet! Ja, maar Go vangt ook gewoon elke Pokémon die hij tegenkomt. Ja. Hij heeft een Suicune gevangen. Ja, maar hij laat hem ook weer los of zo, hoorde ik. Oh. Nou, Sander, je bent gespoild, dan weet je dat ervan. Want die Suicune was helemaal verzwakt, zeg maar. En dan had hij hem, zeg maar, gevangen, maar daarna ook weer losgelaten. Nou, dat is wel een bullshit, ja. En wanneer gaat S een legendarische vangen? Nooit. Never. Oh, trouwens, hij heeft een legendarische Dragonite. Stop als je me niet kut, Dragonite. Ik heb nou ook een legendarische. Moet ik het in de Pokédex opzoeken? Er staat letterlijk legendary, hè? Wist ik al lang, joh, Milan. Inderdaad. Bucedo telt niet. Oh. Ja, maar... Hij heeft het over Arcanine. Je kunt, zeg maar, Serebi opzoeken, wat is gemaakt door fans. Of je zoekt letterlijk de lore op van de makers van de game. En volgens de Pokédex. Ik haal hem er wel even bij, trouwens. Doe er maar heel lang over. Oh ja, hier neem ik mijn tijd voor. Waar staat hij? Kijk. Nou, hup, ga sneller, jongen. Dit kost alleen maar tiet. Waar staat die bitch? Ja, doe er maar heel lang over. Oh, hier. Nou. Wat? Oh jawel, het staat er wel. Onder zijn naam. Oh ja, hier. Hier. Kaboom! Kaboom! Oh, letter legend.
in de regie. Zie jij hier pseudo staan? Moet je dit opzoeken op Serenity? Ja, maar Arcanine is niet eens een pseudo legendary. Om te kijken wat een of andere IT'er heeft ingetikt op zijn websiteje. Dit is de lore. Dit is de waarheid. En kun je hier niet tegen? Dan ga je lekker Legend of Korra kijken. Het slappe aftreksel van die wereld. Toch, Mino? Nee. Oh, je bedoelt de Last Airbender die eigenlijk een beetje de ground ding was van toen het goed werd, zoals bij Legend of Korra. Oeh, Grimble, die moet ik vangen. Maar gaat hij niet in één klap dood? En ik heb nog maar 3 pokeballs. Kutzooi. Lekker voor je. Kutje baffo, bitch. Hè? Ik kies alles natuurlijk. Godverdomme, helemaal voor niks. Doe pek. Ja, ik weet het, Sander. Daarom, ik hou van het opnemen met domme gozers. Dat doe ik ook wel eens en met jou. Wow. Oké, wacht. Arcanine is wel een. Oh, kut. Ik had het over Suicune, Justin snapt echt niks. Jezus, Milan, wat heb jij een domme... Why, yo, is dit geen Ben-worthy opmerking? Nee, hij heeft gewoon gelijk. Why, hij heeft wel gelijk. Yo. Oké. Why, yo. Is dat me niet snel beleden voel. Kijk, ik wist niet dat mensen zo debiel konden zijn, maar Justin... Why, yo. Milan, ik laat letterlijk alleen maar de Pokédex zien, hè. Dit is helemaal geen eigen invulling of iets. Ik laat gewoon alleen de feiten zien. Dus stel ik heb een topografieboek en ik zeg, nou, hier ligt Flevoland en ik wijs dat aan en dat de lerares zegt, oh, domme mogol. Ja, je spoor niet. En ik denk, ik laat alleen zien wat er staat op het boek. Ik laat alleen zien wat het spel heeft gemaakt dat ik wil... Ik laat alleen zien wat het spel me laat zien. Dus dan zeg je eigenlijk dat het spel niet klopt. Want mijn mening is niks. Ik zeg alleen, hij is een legendarische, want dat staat hier op de Pokédex. In hoofdletters. Goed. Kut, vergeet ik al mijn pokeballs. Pokeballs, balls. Maar je zei dat bij Dragonite dat het legend was. Ja, in de anime werd dat gezegd, ja. Bij die watertoren werd dat gezegd. Dus ja, hey, of de anime heeft het helemaal mis, dat zou kunnen, maar ik zeg, ik ben alleen de boodschapper, hè. Kijk, jij schiet de boodschap. Als jij een pakketje bestelt bij een postbode en het is niet wat jij wil, dan loop je achter die postbode aan met de gun en schiet je hem neer. Maar je moet niet bij mij zijn, je moet bij de bedenkers zijn van het eindproduct. Ik ben alleen maar een... Wat een maalpap allemaal. Messenger. En Arcanine staat ook volgens mij bij aflevering 3. Heb je die foto's van Zapdos, Moltres, Ochikino. En dan zie je ook een plaatje van Arcanine. Want het was eigenlijk de bedoeling dat Arcanine, zeg maar, dat de legendarische, dat het 2 vogels waren en 1 hond. En dat zou dan Arcanine moeten zijn, maar dat hebben ze dan toch weer niet gedaan. Waarom? Geen idee. Maar ja, ik vind bepaalde keuzes, snap ik sowieso ook al niet in Pokémon. Maar ja, net komt nu tijd te kort. Na 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 maafsaas tijd. Na 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 na. Maar heb jij ook op Twitch chat rules, Milan? Of? Ja, maar de rules zijn dat je alleen Justin belachelijk mag maken. Oeh. Why, joh, wat een kutregel. De keuze is brain. Ja, ik weet, volgens mij zijn Ash of Gible en Goodra geen legends. Is het echt alleen maar bij Arcanine dat het staat. Helaas Sabrina. Arcanine. Gaat die bannetje, yo. Wat een balzakje, hè. Echt ongelooflijk. Wat een balzakkerij. Echt een balzak.
Gramble, ja. Kom eens hier. Kom hier, Gramble. Kom hier, Gramble. Kom hier, Gramble. Nou, kijk hoe ik al mijn Pokeballs van heb. Ik vind het wel jammer dat Ash niet meer Galar-Pokémon's gebruikt. Ja, ik vond het ook raar dat ze, geen Sword en Shield anime maken. Nou, maar ik vind het wel verfrissend of zo. Ja, ik denk dat je van Sword en Shield ook weinig had kunnen maken. Maar, dus ik vind Journey wel heel vet. Alleen, ja, ik vind die Go echt... Die Go is zo typisch een Pokémon-speler van deze tijd. Van echt deze kutgeneratie, zeg maar. Van degene, van die kinderen die nu zeg maar 10 zijn. Wel. Want die vangen alles, hebben het allemaal net niet meegemaakt. Maken het allemaal mee wanneer het product al de top heeft bereikt, zeg maar. Ik denk toen met Leaf Green, Fire Red, zeg maar. Daar met de Pokémon was Pokémon echt op de top. Nee, zeg maar Pokémon is eigenlijk nu op zijn top, hè. Nu met Pokémon kaart en zo. De meeste mensen die het spelen, zeg maar. En die het kennen. Vroeger gingen wij gewoon naar school met Pokémon kaarten. Ja, dat klopt, maar er was wel een veel kleiner aantal mensen over de Iedereen wereld. Iedereen die je kent, ja. Ja, dat was alleen die generatie. Nu is het van alle leeftijden. Maat, ik heb al 9 Ultra of Great Balls gegooid op deze fucking game. Ja, dat kan gebeuren, ja. Zee! Hè? Dat ik zo wel in. Wat? Oh, en die heb ik niet eens nodig. Nee. Dat zou wel wel zijn. What the fuck? Ik denk dat het nu vooral heel veel dezelfde zijn die in één keer zoveel meer geld uitgeven eraan ofzo. Nee hoor, gewoon het is veel meer mensen doen er nou iets mee, zeg maar. Waarom denk je dat alle winkels in Nederland elke keer uitverkocht zijn met Pokémon spullen en zo? Eigenlijk was het bedoeling dat we vandaag weer een box zouden openen. Alleen ja, de boxen die waren helaas... Ja, maar gaat scam. Maat, wat is dit voor bitch dit, hè? Ik gooi toch gewoon een greenball? Ga er dan gewoon in? Ah, ik vind Go helemaal... Ja, ik heb er niet zo heel veel van gezien, maar ik vind Go helemaal niet zo... Ik vind het juist Go vet. Go is zo irritante, onnozele nobody. Hij ziet letterlijk een Pokémon, Pokéball! En hij zit meteen, pling! En dan doet hij er daarna nooit iets mee. En dan... Wat is dan de message, zeg maar? Moeten we gewoon alle Pokémon's vangen die we zien, zonder een band ermee te creëren, of... Dat is wel de bedoeling, ja. Dat was het al vanaf het begin. Ja. Ik heb juist een beetje medelijden met die Pokémon's die hij vangt, zeg maar. En dan vangt hij zo'n fucking grote Golurk en die staat dan ergens anders. Staat hij daar gewoon te niksen. Zal stoor. Kijk, Ash, ik vind dat bij Ash vind ik het dan weer ook weer heftig. Dat hij al zijn Pokémon's moeten weer iets speciaals hebben. Yo, Simon. Dan vind ik dat ook weer niet oké. Ze kunnen gewoon niet gewoon, hé, die Pokémon wil ik altijd hebben. Of die vond ik altijd vet. Ja, die ga ik vangen. Nee. Bij Ash moeten al die Pokémon's ook weer iets speciaals hebben. Terwijl die Dragonite is gewoon letterlijk een Chikorita. Die Ash ook al heeft. Zo heel aanhankelijk, heel veel knuffelen, blablabla. En Go die vangt maar gewoon wat, zeg maar. Letterlijk. Als het maar ademt. Ja, net als wat jij doet als je de Shiny Charm wil. Ah, ja! Oh, hier heb ik mijn... Oké. Elixir. Ik vind het ook raar, want ze hadden toch gewoon Gary of zo dan weer kunnen doen of iets. Of...
En het grappige is ook, hè, dan, dan zie je zeg maar dat die Pikachu dan nog sterk is. Maar op het moment dat hij dus die Go, die Hoppunny dan tegenkomt. Ja, precies Justin, dat klopt. Of precies Sander, nu doe ik het bij hem. Precies Sander, dat klopt. Wat klopt? Dat jij alles wat nieuw is kut vindt. Nee, laat me het uitleggen. In die aflevering dat Go dan, hè, die Hoppunny tegenkomt, dan met die groepje, met die vossen Pokémons, dan doet Ash, Pikachu, die doet dan ook wat moves. En dan zie je dat die Hoppunny, zeg maar, een soort van... Wie? Welke Pokémon? Die Hoppunny, of hoe heet die? Scorbunny. Scorbunny. Dat die dan bepaalde aanvallen van Pikachu afweert met zijn double kicks en zo. Dat het een beetje even is. Aflevering later, of twee afleveringen later, dan gaat Ash en Go doen dan mee met zo'n Pokémon toernooi. En Go wordt teringhard ingemaakt. Gewoon super hard. En dan gaat Ash tegen die trainer. Hoe zat het? Je wordt dan... Ik leg het echt verkeerd uit. Ik leg het goed uit. Ja. Aflevering dat die Scorbunny dus... Ik ga gewoon dood, man. What? Die Scorbunny die weert dus aanvallen af van die Pikachu van Ash. Terwijl die Pikachu van Ash level 100 is, hè. Fucking hoog, keisterk. Maar dat kan niet. Nou, in die aflevering wordt hij dus ingemaakt door zo'n trainer. Gewoon keihard. Go kan helemaal niks. Alles gaat one hit KO. Klaar. En dan Ash van, oh ja, je moet nog veel leren. Bla, 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 bla. Dan gaat Ash tegen die trainer. En dan wint hij eigenlijk nog maar net van die trainer. En dan denk ik, maar een paar afleveringen geleden... Twee, toen kon die Scorbunny gewoon tegen Pikachu 1-1. En dan gaat hij tegen random Pietje nog iets. En dan wordt hij keihard ingemaakt. Want dan laten ze heel duidelijk zien dat hij nog een hele lange weg te gaan heeft. Dan denk je, alleen voor die aflevering moet die Pokémon even zijn moment van shine hebben. Terwijl het eigenlijk nergens op gebaseerd is, zeg maar. Dat vind ik jammer. Ook dat hij tegen die Snivy meteen kapot gaat. Ja, maar Nando, die Pikachu moet level 100 zijn. Dat kan niet anders. Als die Pikachu geen level 100 is... Dan is Ash een hele slechte trainer. En ik zie ooit een maker van Nintendo of van de games... of degene die daarover gaat, dan... Ik ben tegen de doodstraf, maar dan tegelijkertijd Pikachu, ook weer voor. Pikachu hoort na Johto al level 100 te zijn en misschien al eerder. Nou, laten we zeggen, oké, dan nog niet na Johto. Dan na Hoenn al. Nee, maar na Johto al. Ja. Na Johto al. Dat moet wel. Snivy is black and white, dus dat is generatie 5. Een level 5 Snivy. Op, echt, wat een... Ja, maar hij kon geen elektrische aanvallen gebruiken. Ja, hij zou hem gewoon aan moeten raken en dan zou hij al dood neer moeten leggen. Gewoon letterlijk. Echt, wat een fronzin. En dat is niet omdat het nieuw is, dat is gewoon omdat het niet klopt. Het is gewoon zo slecht, niet kloppend poep in je mond gewoon. Maar het kijkt wel lekker uit. Wij hadden dat toen gekeken. Maar ja, dat is gewoon jammer. Het is gewoon hetzelfde als Yugi in één keer zeg maar. Oh, hey Yugi, mag ik je handtekeningen? Yugi, ik weet iets beter, dus wij gaan duelleren. Oh, maar ik begin pas net. Ja, dat maakt niet uit. Je leert dan van de beste. En dat je dan keihard wordt ingemaakt. Yeah. Dan, begin is gelukt. Nee, dat is dan gewoon fucking harde bullshit. En je weet het. Fucking harde bullshit en je weet het. Inderdaad. Ze hadden nooit levels in de anime moeten introduceren. Yep. Even kijken, dan heb je geen game theory gezien, want Pikachu blijkbaar geen level 100. Ja, maar, het is een theorie. Ja, hij moet level 100 zijn. Het is ook geen feitelijk shit, zeg maar. Want het is een theorie wat iemand dan bedenkt op basis van... Al was Ash de slechtste trainer ooit, dan moet hij nog level 100. Een Pikachu van level 20 zou ook al niet meer kunnen verliezen als hij gewoon alleen tackle zou doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus... Ook daarin, ik snap wat je bedoelt, maar je kunt er niet onderuit, behalve dat het niet klopt. Mm-hmm. Ik snap wat je probeert te zeggen en ik snap wat je probeert te doen, maar als het... Stel bijvoorbeeld een hele grote, donker getinte man met een klein Aziatisch meisje. Dan kun je dat douwen wat je wil, maar als het gat niet groter is, dan past het gewoon niet, dan klopt het niet. En dit is wat hier nou ook gebeurt en jij probeert er toch... iets kloppends van te maken, maar het enige wat klopt is die lul die er niet in kan. Snap je? Wat is dat? Nee. Best een mooie uitleg eigenlijk. Kom, best wel.
Huge. Ik heb mezelf weer goed over. Die 20% is echt veel, ja. Anders was ik nou ook daar. Even kijken, gewoon proppen met die worst, ja. Ja, ik weet het, maar als het niet past, dan kun je proppen wat je wil, maar er gebeurt niks. Proppen gewoon erin rammen. Jij maakt het verschil. Je moet je niet belemmeren. Nee, daarom ook gewoon dan geen Aziatisch meisje daten. Hm? Of in jullie geval, mannen. Nee. Oh, burn! Kom, ik zet even een drukje. Die doet het. Jij met een al. Kaboom! Oh nee, dat kost me tijd als ik daar niet ga doen. Oh, tijd, Milan. 20% voorsprong is dat al voor. Krijgt hij daar ook nog een shiny? Dat zou fucking grappig zijn. Nou, ik val niet op jonge jongens of meisjes. En? Nou. Hoe bedoel je? Ben je dan aseksueel? Of wel volwassenen? Maar wanneer is iemand volwassen? Zit je daar een... Ja, dat is best een goede vraag. Is iemand volwassen vanaf een bepaalde leeftijd van jou of kijk je per individu? Ik denk dat als je het legaal wil houden, dat je dan, dat je dan naar de leeftijd kijkt. Gewoon een normale vraag. En de Aziatische medemens kan ook best wel een groot gat hebben. Ja, het was ook gewoon... Je had zo'n meme, zeg maar, met zo'n hele grote beefy... Gewoon een donkere de rok en dan met zo'n Aziatisch meisje van 1,40 meter... die dan zo langs elkaar lopen als stelletje. Dan met zo'n plaatje, met zo'n trein... die er dan keihard aankomt rijden en dan met een veel te kleine tunnel, zeg maar. En dat je dan al gewoon ziet, dit gaat helemaal mis. En dat je dan op de achtergrond zit, nice. Kijk, wel 18. Sander, je kunt gewoon eerlijk zijn, hè? Je kunt gewoon 14, 15. Er is niemand die oordeelt. Ik ben ook echt de laatste die oordeelt. Jij de laatste die oordeelt? Nee, gedrag vooral. Gedrag. Plus, ze moeten boven de 18 zijn. Ja, maar wat als iemand van 17 al heel volwassen is? Zeg je dan? Nee. Niet iedereen is zoals jou, Justin. Ik vond de vergelijking van jou wel grappig, Justin. Haha, zag die niet aankomen? Nee, nee. Daar is Justin... Justin is heel goed in het vergelijken met dingen die helemaal nergens op slaan, maar uiteindelijk wel kloppen in de context. Yeah. Staat ook in mijn cv. Yeah, Chris, nice. Nou, ik denk dat mijn baan dan... Nou, ik denk dat mijn baan dan niet zou aannemen als dat ik op... En dan? Oh, dat is kut dat die chat zo half is. Hij zegt, nou ik denk niet dat, dat hij aangenomen wordt op, bij een baan als ik dat hardop zeg op het internet. Dat zegt hij. Oh, voor mij geen zorgen, dat sowieso niet aangenomen. Wow! Ik haal die zorgen al weg, Sander. Ja. Hey! Ja, en dus de gym. Ja, maar je vecht toch tegen een lepper. Oh, ik kan jou helpen. Zie! Was ik hem nog niet Oh, je hebt hem helemaal niet verslagen. Ja, en dan ga je hem al aanklikken. Ja, nee, hier, ja. Gedisqualificeerd. Gedisqualificeerd. Easy, man. Geen zorgen. No stress. Smoke weed, pak een flesje. Hier. Hij heeft geen, niet per se lek. Alleen, ik moet hem zijn ding opnemen, zeg maar, met via Discord. Daarom dat het hem soms een beetje laggy uitziet. Ja, en Milan, Game Boy Advance, is 198% en die van mij 178. Dus voor mij is het iets langzaam. Daarom staat Milan nou ook. Oh, tuurlijk. 20%! Dat betekent dat elke 10 minuten jij is goed. Gewoon dat 10% langer van hebt. Het is gewoon 1 minuut per 10 minuten weer Sander tegen. Heb jij langer. Twee minuten zelfs. Maat, je hebt zo'n voorsprong, die wil je niet weten. En ik ben nog steeds zo close, dus in verhouding... Dan komen we dus weer bij dat ene voorbeeld. Nee. Nee, maar ik denk, als leraar kom je dan toch wel lastig binnen naar zo'n uitspraak. Ja, maar net al dat... Dat, kijk, als dat echt zoiets is, kijk, want je zegt nou eigenlijk dat het zo is, maar dat je niet durft te zeggen. Anders maak ik er niet zo'n punt van. Maar net als dat wij dan ja, gaan aansmeren ergens. Maar ik snap wat je bedoelt, Sander. Als het echt zo is, kun je beter gewoon het niet zeggen, anders kom je daar niet aan de baan. Klopt.
Ik snap je helemaal. Als ik, net als jij, op minderjarigen zou vallen, dan snap ik. Ja, dat is ook zo. Nou, dan hebben jullie elkaar gevonden. Als leraar mag je heel wat niet. Ja. No stress, bakelfles, dat is echt niks, Justin. Die framen jullie me. Nee, je framet jezelf. Als het niet zo was, Sander, waarom zou je het dan zeggen? Snap je wat ik bedoel? Als jij gewoon zegt 18 en er is verder niks aan de hand, kan er ook niets worden gezegd. Maar je begint zelf wel van, maar ik kan dit niet zeggen, want dan kom je niet goed binnen. Maar wat zou je dan zeggen wat niet goed binnenkwam, behalve het feit dat je al minderjarige vleesjes valt? Rijp. Wat? Klaar voor gebruik. Die ongestretchte lipjes, Sander. En ik snap het, ik snap het. Toen ik 16 was, viel ik ook op 16 jaar. Die jongen sporty. Dat is inderdaad. Waar heb je die schande van? Ik had het over jou, hé. Oké, maar dus wat vond je dan die sporen? Toen ik 16 was, viel ik op 16-jarige meisjes. Nee, dat je alles zo ontleed. Dat. Oh, oké. Nee, ik hield ze nog wel in leven, Mila. Yeah. Ik ontleedde ze net niet. Probleem met justitie. En denk zelfs... Kunnen we het onderwerp skippen? Ja, dat kunnen we wel. Dat het oevers is. Kunnen we dit onderwerp skippen? Justin is sowieso niet helemaal normaal. Oh, man. Nou, dat zit wel wat in, ja. Wat is normaal? Dat is een leuke vraag als leraar. Wat als jij aan de kinderen vraagt, ik weet niet welk vak je ooit les gaat geven. Seksuele voorlichting bijvoorbeeld. Als je daar aan hen vraagt, wat is normaal? Wat vind jij dan een goed antwoord op wat is normaal? En wat vind je zelf normaal? Een en al oor. Scheikunde, het mooiste vak. Ja, heel mooi. Ik haat niet op iedereen. Iemand die zich niet kinderachtig gedraagt. Ja, maar kinderachtig kan ook gewoon normaal zijn. Ik bedoel, kinderen die zich kinderachtig gedragen, dat is normaal, want het zijn kinderen. Ja, ik vind het ook wel... Ja, je kan dan wel zien dat die scheikunnen. Ja. Ongemakkelijk. Ik wil gewoon weten, van wat vinden mensen dan normaal en waarom is het dan wel normaal of niet normaal? Of is het al vanuit jouw mening of je iets normaal of niet vindt, maar is het dan niet qua normen en waarden? Maar welke normen en waarden zijn nou normaal? Dat is toch je eigen persoonlijke ingeving daar. Dat dan weer is beïnvloed door opvoeding, cultuur, vrienden, alles wat je ziet. Volwassenen die zich kinderachtig gedragen, zoals jij, Justin, er overal op te zijn. Why? Ja, dat is wel waar. Daar heb je een goed punt. Why? Nee, Sander, daar heb je gewoon een goed punt. Ah, ik kan me echt... Ik weet nog wel, ik kreeg van Milan een berichtje. En ik dacht, Milan, coole gast. Maar, hè. En ik kreeg een berichtje. En Milan zei, Justin, dit moet je zien. Ik heb een Mario Party gespeeld met Sander. En die gast die zat te zeiken. Ja, dat is wel en waar. En ik kon het niet geloven. Want ik dacht, Sander, hè, die gast is altijd positief. Scheikunde leraar, die zei ik nooit. En ik keek die video. En wow, oh, wat is hier gebeurd? Joh. Die gast zat alleen maar te zeiken. Ja, oké. Okay, weer een goede comeback. Weer een goede comeback. En dat is toch prima? Ik bedoel, ik snap het. Ik snap het. Even kijken. Pijnlijk. Nee, maar als docent zou ik wel oppassen met uitspraken. Als gewoon normaal. Ja, tuurlijk, je moet ook gewoon normaal doen. Ik zit gewoon te fucken, hè. Kijk, dat is het ding. Je moet het allemaal niet serieus persoonlijk oppakken. Ik zit gewoon te fucken en ik lok reacties uit. Meer doe ik niet. Ik snap ook wel dat, stel, je zou een meisje van 16 echt leuk vinden. Ja, dat kan, maar dat zou ik ook niet zeggen dan, nee. Nice. Even kijken, ik heb nog wel wat anders. Hey Sander, kan je ervoor zorgen dat elke keer als je wat uploadt... In die servers van... dat is alleen bij Paddy, dat is niet bij mij. Paddy, contract Paddy. Dan moet je aan Paddy vragen om dat uit te zetten. Dat is bij Paddy's ding elke keer.
Die van je eigen snap ik wel, want die van mijn eigen heb ik ook at everyone, maar kut, hij liep net om. Ik zou zeggen, lief bij de Discord en ga in die van mij. Goeie tip. Weet je, in je eigen Discord vind ik dat ook gewoon logisch. Dat je dan gewoon zeg maar, een soort melding doet. Daar is je ook een beetje die Discord voor. Maar... wacht ik al even mee. Zo. Laten we die Gyarados vangen. Kut zo, ik sta echt achter. Maar jij bent naar links gegaan, daar ben ik nog niet geweest, hè? Ja, it's your room. Eet jij Waromu? Waromu? Waromu! Oeh, volgens mij... Ah, kut, ik moet één berry. Laat het eens even. Kom terug, berry. Hier lag toch ook ergens zo'n item? Ah, is dat Bzzzberry? Kut, sorry. Kut je buff voeren, hè? Ik was zo hard genaaid door het systeem. Dat klopt, ja. Kijk, hey, raad, welke Pokémon denk je? Oh, Tangela. Oeh, ik denk een Gyarados. Dat zou grappig zijn. Een Mjek. Bijna goed, ja. Deze kan ik als het goed is ook een klein beetje verzwakken. Kut, maar Arcanine is 31. Kutje mama! Is er al wel meer bekend over welke minigames er eventueel al in de nieuwe Mario Party zitten? Ja, ze zijn allemaal al bekend, maar ik heb ze nog niet gekeken. Oké, maar bijvoorbeeld die... die met die op het die soort Tetris, zeg maar. Die minigame, die zit er weer niet in waarschijnlijk. Of die weer wel. Ja, we kunnen straks wel even kijken als je wilt. Ik heb geen idee. Wat denk je, Sander? Probeer je eigen vraag te beantwoorden. Je kan het. Moltres heeft ook wel een red sprite hier. Nou, ik vind die vleugels heel lelijk. Ja, maar ik vind wel de Pokémon in oudere generaties wel vet, zeg maar. Je kan het, Sander. Ik ben trots op je. Hoezo is die groen? What the fuck? In Shiny in the Lake of Rage? Hoe dan? Ja, die Pokémon is sowieso Shiny in de randomize. Ik weet niet of je daar aan of uit kunt zetten ook. Nee, ik kan niet aan of uit zetten. Dat is erin gecodeerd. Het is impossible. Impossible! En weet je wat kut is met Arcanine? Omdat hij een Arcanine is, leert hij geen nieuwe moves. Dat klopt, ja. Dat is zo kutje buffing. Bitch careful. Olifijn. Geef niks aan. Die is olifijn. Speltag. Een tag die spellig is. Jij dadelijk ook weer een shiny gaat krijgen, hè? Dan ga ik echt poepen, hè? In je broekhoek? Nee, gewoon hier op jouw bed, gewoon flink. Dat vind ik wel met jou. Oeh! Hè? Let's go! Pikachu of Eevee? Oké, nice. Ik heb meegekeken. Maar zijn catch rate is zeker een tering over. Kijk je zo al. Kut, wat doe ik? Oh, ik heb iets gedaan, maar dat maakt niet uit toch? Ik heb hier wel een ster bij gezet of zo. Wat? Ja, ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Oh, nou, bij mij is hij ook niet. Ja, ik weet ook niet hoe ik dat heb gedaan eigenlijk. Ik klikte er gewoon op en toen zoomde die in en toen in één keer ging alles helemaal mis. Want welke minigame hoop jij echt dat erin zit?
Funrun? Zit Funrun in zijn weet ik niet uit mijn hoofd, maar die is wel vet. Hé, hey, een ho-ho. Nice. Maar welke minigame wil jij dat er echt in zit? Ik vind dat met die apen, die kamp ook het TT of zo, of hoe die heet. Dat die apen jou zo volgen, die wel minigame. Ja, ja, die. Ja. Die vind ik ook echt leuk. Die take me on, zeg maar. Oeh, dit is mijn eerste eitje, maar dit is niet de shiny ei. Oeh, een squirtle. Oeh. Dat betekent dat jij iemand vanavond laat squirten. Oeh. Welke minigame. Ik vind het lastig. Ik vind Dungeon Duos al leuk. Ja, maar die duurt wel echt lang. En als je die dan weer moet doen met de computer, dan is die weer zo... Sowieso met die Bowserballon, de opblazen, die RNG. Ja. Yeah. Die is ook leuk. Die ene van Mario Party 4 met z'n tweeën. Eén iemand heeft de kist, ander heeft de sleutel. Die moet je dan vinden. En dan moet je zo naar elkaar lopen in dat dol op. Die vond ik ook best goed. Ja. Weet je wel? Ja. Die is ook leuk. Ja. Je bedoelt Treasure Track, dat je met die boxen naar elkaar toe moet lopen. Ja, ja, maar je moet dan eerst, moet één iemand een box pakken, de andere moet de box vinden en dan naar elkaar lopen. Yep. Ja, dat is Treasure Track. Wat fucking vette games, ja. Je weet het. Ja, maar ik ga dat niet doen, Sander. Dan haal ik hem liever zelf. Wil je voor 4 euro een shiny... Hoezo voor 4 euro? Ja, hij gaat er gewoon geld voor vragen, die bitch. Hij is dan wel goedkoop, want voor mij krijg je hem niet. Ik heb die ook. Ja. Hoezo heb je die? Ja, maar hoezo heb je die niet? Jij hebt die sowieso niet. Dat klopt! Nee, ik ga liever hem dan zelf krijgen in 2 eitjes, Sander, in plaats van in... Maat, wat? $1300 eitjes. Pussy lick in the bitch dit, jongen. Sander, die zit al super lang voor die Shiny Stone Journer te hunten, hè? Ja. Kreeg hij hem gisteravond? Had nog een paar eitjes over, zat er nog een in. Wow. Ja. Wow. Dat is wel echt ziek veel geluk dan, eigenlijk. Maar ook echt kut. Ja. Maar... Je kunt er wel naar 2 kijken. Dat klopt, ja. Dus dan kun je gewoon als je een chick op straat ziet. Ik heb een stone van jou. En dan kun je dat misschien nog wel lokken. Als ze onder de 16. Nee. Hey meisje. Psst, nee. Mijn shiny. Psst. Ik heb shiny merk. Ik lok hem. Ah ja, een vuile bitch dit, hè? Want zij is echt een smerige bitch. Zo. Dan niet, dan niet. Wel netjes blijven, Sander. Nee, waarom? Nee, natuurlijk niet om competitive te gebruiken. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Inderdaad. Dan moet ik zeggen, als ik een eitje shiny hatch, dan zorg ik wel gewoon dat hij de beste nature heeft, omdat het makkelijk is, zeg maar. Maar bij encounter shinies niet. Ik zit bijna op 2 keer odds voor Wooloo, hè. Ik ben echt chagrijnig. Voor wie? Wooloo. Wooloo? Ja. Wie is dat? Dat schaapje. Oh, die schaap. Oh, echt? Vind je die vet? Die heeft wel een vette shiny. En we deden... Oh, die zwarte. Ja, oké. Oké, voor Ryan. En Sander had die binnen 200 accounts en ik zit al op ruim 2000. Echt? Ja. Zoveel geluk heeft hij. Dat is wel echt lekker, ja. Je kan de ability gewoon... Je gaat eerst gewoon allemaal eitjes uitlopen totdat je de juiste ability hebt. Dan geef je hem een of andere item. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Destiny Knot of zo. En dan behoudt hij die nature, zeg maar. Moeten we Clefairy? Nee.
what a bitch, man. Ik dacht, ik ga er voorbij en ze had me nog. Oh ja, de Everstone is voor de nature inderdaad. En, dus dan moet je hem Everstone geven. En dan mijn hele goede Ditto, zeg maar. Die heeft Destiny Knot. En dan pakt hij, zeg maar, van beide ouders. Pakt hij 5 van de IV's. Dus als je, zeg maar, 2-6 IV's Pokémon gebruikt, heb je altijd 5-6 IV's. Ding, zeg maar. Of 5 goede IV's bij je eitje. Dit is zo kut. Hij is vuurrock. Dus als ik een vuuraanval doe, dan doet hij gewoon bijna geen damage. Dus ik moet takedown doen, maar dan ga ik zelf dood. Oké, nice. En nou gewoon een gras Pokémon. Ursaring. Oké, maar die gaat ook niet in één klap dood, helaas. Kutzooi. Kutzooi. Farfetch'd. Who's that? dan doen we een pack. Oeh, hij critte, hè? Hij is een critter. Wat een niffa, joh. Weer gewoon dood. This are the things that is we love. Weer een Clefairy, man. Wat moet ik met een Clefairy? Clefairian? Oh, nou dodge ik die trainer. Nice, nice. Bit of free, right? You okay. Kom ik Wartortortortort tegen? Wartortortortortortort. In plaats van een Croconaw. Sad. Quacken de Croconaw. Maar bijvoorbeeld, die nieuwe... Kijk, alles wat nieuw is, hè. Komen we weer even terug. Alles wat nieuw is van Pokémon. Bijvoorbeeld ook die ene verfilming van Mewtwo, weet je wel. Die eerste film. Yeah. Hebben ze de soundtrack gewoon helemaal veranderd, hè. Dus normaal als Ash dan opkomt, hoor je... Hebben ze ook veranderd. En dan denk je van... Oh ik ken ook niemand die dat goed vond, zeg maar. Waarvan mensen zeiden van... Oh ja, dat is... Nee, omdat de rest van de wereld daar niks om geeft. Alleen jij. Nou, ik heb dus recensies en reviews gelezen. Bijvoorbeeld van Hans Zimmer en zo. Hè? Mensen die wel iets om goede geluid of goede muziek geven. Ja, lult. Ja, lult. Oeh, een Primeape, hè. Een hardcheck lek. Hey. Kutzooi. Kutje bafu wafu, hè. Kutje bafu. Kutje bafu wafu. Bafu wafu. Je weet het. Ja, hij heeft het over een soundtrack van de verfilming van de eerste. Ja, zeg maar, de Tears of Life. Dat Ash dan zo opkomt met al die originele Pokémon's die dan net zijn gekloond. En dan hoor je en dan zie je hem zo cool oplopen en achter hem rook en explosie. En dan gaan al die Pokémon's daarna tegen elkaar vechten. Bitchclap zo. Dan haalt Mewtwo al die abilities eraf. Terwijl Pikachu dan eigenlijk in één hit kapot moet gaan. Hè? Want Pikachu verliest van level 5 snipe. Dat is waar. Dat is ja. Man, normaal ben je eigenlijk altijd overleveld, maar op nou om een of andere reden helemaal niet per se. Nou, bij mijn kinkelen gaat het toch wel hard op. Echt, joh. Ik word zo hard genaaid tegen rock-Pokémon. Zie je? Dat klopt, ja. Ik kan dan gewoon niks. Beam. Beam. Zo'n grote knal. Oké, okay, maar je hebt ook maar één Pokémon, wat lult in de serie is. Waar heeft hij het over? Je gebruikt ook maar één Pokémon. Geen wonder dat je last... Wajoo. Ja, maar we spelen dit wel vaker, zeg maar. En normaal dan... Ja,
one-shot-je gewoon wat meer, zeg maar. De Arcanine. Ja, ik heb er geen last van. Behalve tegen Steel Pokémon's dan. Maar verder gaat het eigenlijk allemaal wel goed. Ja. Zie je? Het is ook niet dat het moeilijk is. Het is normaal gaat het allemaal iets sneller, zeg maar. Ja. En Fire heeft ook wel redelijk veel weaknessen. Ja, en tegen Rock Pokémon's kan ik gewoon bijna niks. En ik heb wel echt Golem, Macargo, Rock, Fire, net ook weer, Rhydon. Daar kan ik gewoon echt helemaal niks. Dan Takedown is ook weer niet goed tegen Rock. En ik heb dan geen andere move, zeg maar, die ik kan gebruiken. Kijk, bij die Sidra doe ik gewoon Takedown, hem de moeder. En dan is het nog te doen. Dat klopt, ja, Sander. Sander, dat klopt! Oké. Nou, snel weer terug op de Hila. Heal in mijn hart. Zeg maar, heb je dat, de Hila? Ik had misschien die bitch moeten vangen, hè. Die bovenste rij gaat hem sowieso niet worden, want Slowpoketail is te RNG. Misschien is zo'n shiny wel makkelijk dan. Ja. Maar bijvoorbeeld, ja, die Black Glasses is ook fucking RNG. Oh, wacht, ik heb er ook nog één trouwens. Ik heb ook die 90 Pokémon zien, maar ik zal zo wel even nog checken voor de zekerheid van als ik meteen af. Ja, maar wat een fronzin. Mis ik mijn takedown. En hij heeft Dragon Rage. Wow, yo, crit. Doe 80. Guard special. Oké. En hij heeft een unknown. Oh, nice. Stormbroek! Hidden up a water. En een apparaat. Oh, deze super effect. Wat een onzin game, joh. Ging nog bijna dood. Dat klopt, ja. Oké. Een storm bitch. Die bitch is zo stormig. Psybeam, nice. Pokédex, scene, you check. Enter GT. Fly, check. Hebben we hem nou of niet? Ja. Oké, nou heb ik even twee snel achter elkaar gevriend. Oké. Dan moet ik Paris of Venonat. Zie je hier nog even vissen. Kom op allemaal. Spijt dat glibberige monster. Kom op allemaal. Maar ja, die schuine is ook echt kutje baffel, hè. Ik heb een idee. Suicoon. Ja, als ik nou Go was, gooide ik een Pokéball. Ja, tuurlijk. Ghosts zijn ook super slim. Kijk, ik heb wel die Defeat Leopards. Dat was wel nice. Die onderste is ook echt kut hoor. Want, Mewtwo of Mew. Heb ik nog geen tegengekomen, jij weer wel. Welke Pokémon mogen van jullie in de vuilnisbak? Ik zeg Unknown, Why Not and Wovat. Echt? Oh, ik heb daar helemaal met hun allemaal eigenlijk niet zoveel probleem. Ik ook niet. Het enige probleem wat ik heb met de known is dat er zo mysterieus over wordt gedaan en zo. En dat ze eigenlijk allemaal niet echt weten hoe en wat. Terwijl er nou voor het zoveel dimensies zijn dat het eigenlijk al niet meer zo speciaal is. Nee. Ultra Beast, Giratina, Palkia,
Dialga hebben ook allemaal weer zo'n eigen space. Missen we dan nog meer? Celebi kan tijdreizen. Ja. Het wordt op een gegeven moment te veel, waardoor het allemaal niet meer zo speciaal is als het maar één Pokémon had, zeg maar. Maar ja, ze hadden unknown moeten laten, zeg maar. Dat het gewoon geen informatie was, zeg maar. Maar nu, je kunt alle unknowns vangen en zo, het doet verder niks. Het is ook niet als je ze allemaal vangt dat je een legendarische of zo unlockt. Dat zou ook weer vet zijn, bijvoorbeeld. Of als je een bepaalde naam in je team dan hebt, dat je dan weer iets kunt doen of zo. Is allemaal niet gewoon verspilde potentie in mijn ogen. Alhoewel, de Pokémon zelf vind ik ook niet per se heel mooi, maar wel verspilde potentie. Ja, dat is wel. Hoeveel balls heb ik? Ik heb daar niet zo heel veel met Pokémon. Er zijn wel Pokémon die ik zelf nooit zo, ja, niet zo snel zou gebruiken, zeg maar. Omdat ik ze niet leuk vind. Maar niet per se omdat dat ze super kut zijn. Die Lay Guardians vind ik wel echt stront, jongen. Dat ben ik het wel mee eens. Die Mesprit zelf en hoe heet die andere? Mesprit zelf. En hoe? Uxie, dat is echt een en al poep in je mondje. Hè? Die vind ik inderdaad niet zo heel vet. Maar daar had je misschien al wat op. Ja. Want ze waren ook weer gekloond of zo van Mew of zo. Of iets. Dat was in ieder geval iets. Hoe bedoel je? Ja, de DNA ook van Mew in die Mesprit of zo. Geen idee. Had je maar een idee. Alweer een Rag the Spin, ja, hè? Flikker eens op met je kutje en je bafoe. Yep. Kom op allemaal, pak nog dat glimmige monster. Ik wil wel iets anders dan dat glimmige zien. Speciaal voor jou, nou, Wobbuffet, die ik ga vangen. Ja. Kom, ga erin. Oh, wat een onzin. Wauw, Destiny Bond, weet je wat dat betekent? Ghost. Ghost. Of bij Yu-Gi-Oh! Gigagagago. Die ene van 1850. En Gagagigo. En Gigagagigogo. Kom, ga erin, bitch. What the fuck, jongen? Kijk ze naar P. 1. En ik gooi kreepas. Dat klopt, ja. En nog ga je er niet in. Wat maar het is Pokémon Crystal, hè? Het is Pokémon Crystal, ja, niet vergeten. Die makers van de game, jongen. Echt. Oké, als het shiny is, heb ik gewonnen. Oké, ogen dicht. Nee! Oh, wabba, dat is wabba. Echt Goro. Wabi. Oh, dat is echt... Echt Goro. Oh, hij heeft wel Lick, dat is een ghost move. Waar kun je dat zien dan eigenlijk? Want je kunt het niet zien, maar Destiny Bond is wel een ghost move, hè? Ja, volgens mij wel. Ik dacht eigenlijk die Miracle, maar dat zal misschien wel psychisch weer zijn. Just in your bed. Je nieuwe Matthias is een sukkel. Weet je hoe hard ik ga lachen als ik nou dadelijk in... Nou, maar dat verdien je ook wel een keer. Eerlijk is eerlijk. Kingler. Ja, dat is wel de beste Pokémon van deze bingo. Een magneet, maar die heb ik al. Maar mijn jongen. Kadabra. Kakakabra. Kidabra. Kalabra? Ja. Meganium. Meganium. Magnumga. Leafstone. Why you?
Een full heal, full heal. Ook niks aan. Het enige waar wij iets aan hebben is de dood van Harry de Boy. Fresh water. Ook niks aan. Wat een nifasje hier allemaal. En dit is een twisted spoon. Ook niks aan. Waarom dan geen black glasses? Omdat het bitches zijn. Zo. En dit is. Oh, black glasses. Echt? Wat? Wat een bullshit. Black glasses. Wauw. Oeh, je weet dat ik dadelijk dan één hele rij heb, hè? Dat klopt, ja. Want ik... Nou, dan zou ik hem ook gewoon even uitbroeden, dat eitje. Toch? Ja, ja, daar ben ik ook mee bezig. Jij, bij jou gaat 20% slaan. Oh, lul niet. Nee, ja, dat is gewoon... Daar kan ik toch niks aan doen? 1 op 12. Dat eitje shiny is. Na, 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 na. Maar de kans dat die Black Lessons krijgt is 1 op 1 miljoen. En die heeft hij natuurlijk weer. Dat hij? Oh ja, 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 ja. Die kans is natuurlijk weer vele malen meer skillful. Pinococco. Pina colada. Ja, we hebben nou geen achtergrondmuziek. Normaal nee, hebben we dat toch een beetje of zo? Niet altijd, maar ik doe er gewoon muziek onder als ik hem upload. Ah, oké. Okay. Oh, jij wil niffo. Oh, en als ik nou daar ook nog een shiny daar vang, ja, dan weet je gewoon hoe laat het is. En je weet dat het. Dat klopt, gewoon. Ja. Dan weet ik dat wel, ja. Je weet het gewoon. En je nieuwe Mattie is ook gewoon een sukkel, hè? Dat weet ik ook, ja. Nee, Sander, ik heb het niet. Alhoewel, ik snap dat je ja gesproken hebt. Schapje. Wauw. Ja, maar alles gaat wel goed nu voor jou, het, hè? Het kutte is, het is ook weer in de rechte lijn. En, ja. Oh ja, trouwens, deze kan ook zo. Ja, oké. Maar dan krijg je weer deze balzakkerino, hè? Gewoon weer dat hij niet gaat zitten. Kijk, let op, hij gaat... Ik moet hem nou gewoon eerst verzwakken. En hij doet 100.000 keer defensive curl, die low kick op je bitch. Defensive curl, ja, low kick. Oeh, hij doet rage. Why you? Dat klopt, Janja. Sander. Oh, hij heeft hier de dunspers hoor. En hij is level 30. Echt? Man, moet ik hier gewoon nog gaan betalen? Je kon er gewoon omheen lopen, maar ja. Ja, maar ik wilde gewoon even die Pokémon. Ja, maar dat kan je ook van de andere kant ja, van pakken. Ik ben lui. Cubone, staat hij er ook? Ja! Telefoon! Ja, nu is het inhalen. Nee. Ja. Maroon. Waarschijnlijk Maroon, ja. Iemand gun mij black glasses. Want black glasses zijn cool. Cubone! Ja, Milan of Marijn had geappt. Ik heb nou één rij, hè? Marijn. Welke rij heb je? Deze. Charcoal. Fruit. Oh ja. Maar die andere twee kan je zo halen, want die zijn easy. Hoe bedoel je? Klom 5. Ja, ja. Ik ga nou die. Ja. Ik ga nou ook Hidden Power halen. Ja. Dus je hebt sowieso gewonnen, alleen ik wil eigenlijk weten wat er in je eitje zit. Ja, ik ook. Marijn zo, ik kom vanavond naar jou als dat goed is. Ik kan niet, Joyce nee. Kan. Want ik had gisteren, want Joyce is naar Amsterdam. Ja. Dus daarom zei ik, ik kan zaterdag en zondag misschien.
En toen was ze van, oh ja, nee, ik kan niet. En nu belt hij dat hij wel kan. En, ja. Dat kan ik niet meer. Uitstel van executie, van mijn executie. Ja, deze kan ik niet meer winnen, want Justin die heeft nog maar 2 makkelijke te gaan. Dus die is zo gebeurd. Die is zo gebeurd. Alleen ik wil eigenlijk dat hij wint met de shiny. Dus eigenlijk moet hij gewoon zijn shiny eitje openmaken. Eigenlijk is dat nu de bedoeling. Maak me zo af door die shiny. Doe het. Ja, ik hoop het nou eigenlijk niet, want als ik nou dus een shiny krijg, dan weet ik dus sowieso dat ik het de volgende keer dus niet ga krijgen. Mm-hmm. Alhoewel, je hebt hem wel 2 keer achter elkaar gekregen. Ik heb hem al heel... Hé, die moeten we nog. Wow, wow! Ga je nou mij gewoon weer inhalen? Ja, tuurlijk. Revival hier. Urp. I like being like a lover. Getting down in the rain. Haal je muis ook even uit beeld. Mama, I refuse! This melon's all meant to be free! TM46, dat is ook een hele goede belangrijke, denk ik. Maat, moet je gewoon kijken. Synthesis, man. Mm-hmm. Dat wil je nog meer. Black Belt, is dat ook iets? Nee. Wat een oplichte ringer, hè? Ik wil ook eigenlijk even kijken. Doe gewoon de eitje openmaken. Ja, ik ben gewoon aan het walken, hè? Hoe mag ik versnellen? Gewoon eventjes, nee, gewoon met je fiets. Of heb je geen fiets gepakt? Ik heb geen fiets gepakt, ja. Ik sta niet met Tiet. Tiet is geld, toch? Welke Pyokie-man zou het zijn? Cloyster. Oh, daar hou jij wel van. Oh! Hij is wel echt fucking vet. En ik moet hem ook vangen. Lol, ja. Maar deze is wel een van de vettere shinies in de randomizer die je dan hier kunt krijgen. Ik vind hem echt fucking vet. Okay. Want hij ziet er niet zo uit in de normale game, toch? Anders, toch? Maar ja, wel zoiets, ja. Maar, oh, kutsel. Hij is geburnt. Je kan hem niet vangen. Maar weet je nog dat we eerst deze wel gewoon telden als extra catch, weet je nog? Dat je dan gewoon een ding moet aandenken. Hoe kut zou dit nou voor mij zijn dan, als hij nou niet zit? Justin D gaat hem What the fronzen, hè? Als je nou gewoon wegflyt, dan blijft hij daar staan, hè? Dat weet je. Dat klopt, ja. Hey, Niffo, yeah. Waarom doe ik dit? Ja. Ah, oh, Milan. Dit is het eind don't van de call alpha. My name, don't call my name. Just an underworld. I'm not your babe, I'm not your babe. Alleluia. Alleluia. Of hallelujah. TM5. Je kan ook nog shiny wild tegenkomen, 1 op 8000 en dan die vangen. Dan nog ja, dat zou ik oefenen. Dat is echt een goed idee. Dat is echt dan kan ik gewoon nog winnen. Daarom. De enige manier hoe ik nog kan winnen. Ik zou het doen. Maatje, laat mij gewoon met rust, jongen. Wat een bitch dit. Yo, wat een haat. Ja, u gaat ze tegen mij praten, nummer, zij denkt, kan fixen, ik ben vrijgezel, minderjarig. De hele toekomst voor zich, dacht het niet, man. Dacht het niet. Camper Roland, ja. Roland. La la la, Roland. Oh, Milan, hoe voelt dit? Wetende?
Het voelt wel chill, want dan hoef ik me niet meer druk te maken. Ik had gewoon moeten winnen door die shiny uit het eitje te krijgen. Maar ja, zoals je heel vaak wint. Dat klopt, ja. En ik kan die ook nog steeds krijgen. Als ik hem nou dat zou ik wel echt vet vinden als die shiny. Ja, maar ik heb het al gehaald voor de shiny. Ja, dat is een beetje kut. Ja. Gewoon uitbroeden. Ja, maar dan kun je nog winnen. Nee, nee. Ik kan echt niet meer winnen, hoor. Je kan hem ook eerst halen en dan gewoon uitbroeden om te zien wat het is. Nee, want dan heb ik al gewonnen. Ja, ik wil winnen gewoon op de manier waarop het jou het meeste pijn doet. Voor mij betekent winnen niks. Jou pijnigen, dat is waarvoor ik leef. Snap je? Oké. Kut ei, hoor. Kom eens uit. Ja, had je nou maar een bike. Oh, inderdaad. Ja, maar zo is het, Justin. Zal ik die eens even halen? Wacht, zal ik gewoon eerst wel even met hen nog vechten? Als fiets heb ik nou iedereen. Nou, kut ordies, jongens. Schiet. Eigenlijk moet hij nou voor al die 3D Pokémon's inzetten en dan één avond poef, allemaal dood. Ja. Dat zou... Oh nee, wacht. Volgens Ash en Pikachu niet. Level 5 Pokémon en een level 15 Pokémon. Wat een verschil. Dat klopt, ja. Even kijken wat hij zegt. 5 uur had ik niet, maar niet erg. Dan doe ik het. Pitch. Rolling in the dweeb. Weep, weep. Eevee? Ja, klopt. Het is normaal een Magikarp, ja. Hoe vind je de Ripper? Lekker, lekker. Alleen het ding is met Ripper... is bij de Ripper zijn de eerste paar slokjes echt het lekkerst. En daarna neemt de smaak af. Bij die vorige bleef die prik echt gewoon op, zeg maar. Maar goed dat ik nog even ging controleren. Je bijna vals gespeeld. Ja, maar ik wil nooit vals. Altijd een winnaar! Alweer een winnaar. U bent ongeneeslijk ziek. Alweer een winnaar. What the fuck? Nice. Oh, die kan ik ook niet even. Nee. Weet je nog, toen jij hier helemaal in het begin een lucky egg kreeg, hè? Dan heb je pas geluk. Oké, volgens mij, ja, ik heb hier iedereen gehad. Oké, nou, dan hoef ik niet meer verder te spelen en dan kan jij versnellen. Ik zal nog even voor de zekerheid. Ik heb wel een gym badge gewonnen. Nou, ja, ik heb iedereen gehad hier. Of als hij ook nog daar... Nee, ze gaan trainen, volgens mij, nee. Ah, boy, yo. Heel fucking snel. Kom maar. Nee. Nee, geen shiny. Nou, gefeliciteerd. Ah, hij is nog helemaal niet aangeklikt, dus je hebt niet gewonnen. En wat doe eens normaal. Ah, ik noem hem Kank. Kank. Is dat gewoon een vette naam? Ah, hier, Kank. In hoofdletters. Hier, hij heeft gewoon Dizzy Punch, hoor. Yeah. Gefeliciteerd. Justin heeft gewonnen, het is fantastisch. Ja, de challenges waren... er waren er een paar bij waarvan ik al wist van... dit gaan we niet doen. Ik had 6 berries, maar die 7e was echt... Kun je die ook nergens kopen? Want soms kun je die ook in de merch gewoon kopen. Ja, de normale volgens mij. Mm. Ik had een ice, ik had een bzzn, ik had een mint. Ik had al best wel wat berries hoor, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. Ik zou niet weten welke je dan nog meer... Burnberry of zo? Had je de Goldenberry al? Want die had ik. Nee. Die is te zeldzaam. Dus ja, dat was wel kut. Even kijken. Skank. Zo had ik hem ook kunnen noemen. Moet ik Skank toestemming dan? Ja. Dat is wel iets meer op het randje. Weet niet of je dat wil in je chat. Doe maar niet. Maar nu stuurt Nando het. Ja, nee, dat kan echt niet aan. Ja, was echt wel easy stoompings, ja. Yep. Ik heb jou echt zo wat afgestoomd. Wow. Eigenlijk moet er gewoon... Kun je ook zelf een bingo-lijst maken? Kun je ook die tekst
veranderen die erin staat? Echt niet? Nee. Dat is wel jammer, dat je niet gewoon je eigen challenges, zeg maar, gewoon deze kolommen, maar dan gewoon dat je zelf er iets in kunt doen. Ja, misschien kan dat wel hoor. Kan je er wel zelf een maken, helemaal maken, zeg maar. Maar, ja, ik weet niet, ja. Ik vind het wel leuk dat het random is, anders heb je elke keer dezelfde. Ja, maar dan kunnen we bijvoorbeeld deze, kunnen we dan... Ja, maar radiokart kan je gewoon halen volgens mij. Nando, die kan die radiokart toch gewoon al halen? Dan hoef je toch helemaal niet ver in de game te zijn. Ja, testen dan. Golden Red. These are the rocks. The rocks. Wow, ja, zie je? Lord zij Nando blokte zei mij. Lord Nando zei het al. En dan bij, niet bij die, bij die helemaal daar rechts. Die met die groene haren volgens mij. Ja. En? Wojo. Expeacher? What? Ja, dan moet je waarom? De keuze doen. Die kan je gewoon halen. Die... Oh. Yes. No. Huh? Ik weet... Weet ik veel. Maar hier gewoon nog één gehaald. Maar bijvoorbeeld deze was echt super kut. En die Slowpoke-tail, die 20 TM's, hoeveel hebben we er? Ik had er 13 en ik heb er heel veel gekocht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12, maar deze telt voor 2, hè? Nee. Oh, ja, je bent gewoon gespijkt. Je weet in ieder geval. Je weet het. Dit was de coolest stream. Oh. Ik denk dat wij eens even wat Mario Party films gaan kijken. Bedankt voor het kijken. Moet ik nog een leuke... Wacht, dat kan ik zelf ook doen. Kost dat bij jou niks? Nee, want het is eigen kanaal, dus dan kost dat niks. Nice. Hoorde je ook nog... Ja. Nice. Ja, dat kan ik nog even kijken. Of je vader is een zwijn en dan... Je moet die kanon doen en dan... Ja. Hoezo zacht? Dat is fucking hard. Ja, maar kan wel. Ik denk voor hun wie niet dan of zo. Okay. Dan gaat al je channel points. En heb je ook level down of dat niet? Dan zal ik wel kijken of ik ze wat harder kan zetten voor de volgende keer. Yeah. Maar deze gaat echt veel langer. Ja, zo lang als gewoon dit dingetje. Dat heb ik nog meer. Oh, dit is als je Pokémon hebt gevangen. Ja. It's living, ja. Sander, dit deed uit Stone Joiner gisteren. Oh, dat is als hij shiny is. Oh, nice. En de fail? Bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Adios, amigos.